Scheit aan iedereen, ik kwam voor mij. Ja. Ja. Ik had een doel en uh, die doel was uh, de wereld verover. Ik kan wel een, uh, een prijs winnen van 100.000 euro, maar er gaat wel uh, 52.000 euro naar de belasting. Hè? Plus, ik heb slim geïnvesteerd. Ik heb twee huizen gekocht en uh, snap je? Dus ik heb niet mijn geld uh, verbrast. Rico Voevocht daar, Alice, of uh, Riemer Biaske vocht daar zijn afscheidswedstrijd, Peter Aas vocht daar, maar ik had de hoofdpartij, de wereldtitel. Die sloeg ik knock-out in de laatste twee seconden van de wedstrijd. Ja. Ik zie mij zo in de ring staan, dan kijk ik zo naar boven en dan denk ik van, pff, Alles gaat in één keer door ja, je heen, weet je ja. wel. Dan denk je in één keer van, yes, ik heb ja. het gemaakt. Ja. Welkom bij de Lotgenoten-podcast. Mijn naam is Jaro, naast mij zit Koen. En tegenover ons hebben we deze week een hele speciale gast. Niki Holske. Niki, welkom. Ja, welkom. Of eigenlijk andersom. Dankjewel dat wij bij jou uh, mochten zijn. Ja, leuk dat jullie mij gevraagd hebben. En welkom in uh, mijn sportschool. Hoe lang uh, is dit nu al echt de Team Mosk, Jim? Ja, ik denk uh, dat we tegen de tien jaar aanlopen dat ik uh, met kickbox hier ben begonnen. Het was eerst Golden Glory. Golden Glory Helmond. Ik trainde vroeger bij Golden Glory in Breda. En uh, mijn oude manager toen uh, die zei toen ik hier een uh, eigen sportschool ging beginnen van ja, maak het dan Golden Glory Helmond. Want uh, Golden Glory heeft uh, wereldwijd al een heel gevestigde naam. En uh, dan heb je meteen al een uh, voorsprong. <tacht> dat heb ik toen gedaan. Toen werd ik wereldkampioen en toen zei mijn schoonvader Nicky, ik zal als ik jou was uh, je eigen naam erbij gaan gebruiken, dat is veel mooier. En toen ben ik uh, Team Oscar begonnen. Ja, ja, mooi man. Want jij uh, vecht al echt een gigantische tijd volgens mij. Want hoeveel jaar ben je nu echt actief professioneel uh, vechter? Professioneel? Ik ben, uh, ik heb, ben met mijn tien begonnen tot mijn dertien. Even gestopt geweest een paar jaar. Ben ik met mijn zeventien weer begonnen. En ik was met mijn negentien zeg maar professioneel. En, uh, en met mijn 21ste kon ik ervan leven. Van mijn 21ste tot nou 39, zo lang ben ik al betaald uh, professioneel vechter. Okay, ja. Mooi man. Mooi. En want dat vind ik een interessant stuk om op in te zoomen. Hè. Je zegt op je 19e ging je eigenlijk professioneel vechten, maar op je 21e kun je er fulltime van leven. Dan heb je dus drie jaar dat je eigenlijk... Enerzijds professioneel sporter bent en daar alles voor moet doen en laten wat je moet doen om daar de top te bereiken, ja. maar tegelijk ook waarschijnlijk werk of dingen had om te zorgen dat de brood op de bank bleef. Ja, ik werkte toen op de bouw en uh, ik had heel zwaar werk. Ik deed uh, slopen, zeg maar renovatie, zeg maar badkamer slopen, muren eruit breken en opruimen. Dus dat was fysiek heel zwaar werk, maar ook meteen een stukje soft van fitness, zo beschouwde ik het mag. Ja. Ik wist toch dat ik echt mijn doel uh, was om wereldkampioen kickbox te worden en om van te leven. Dat was mijn droom. En uh, ja, toen uh, heb ik een keer hier, op, waar we nu zitten, heb ik een keer een wedstrijd gebokst. Gewoon bokswedstrijd. Ja. Die jongen die pompte ik er meteen uit in de eerste twee rondes. En toen waren er een paar mensen hier aan het kijken. Die zaten hier bij ons in de kantine wat bier te drinken naar, naar, de, naar het event, zeg maar. En toen kwam er eentje met, uh, ja, ik wil jou wel gaan sponsoren. Dan kan je stoppen met werk. kan je je focus op, uh, op je sport. Ja, en dat was voor mij eigenlijk top. Daar ben ik toen begonnen. En op den duur had ik in één keer twaalf sponsors Nee wie mij per, ja, per maand sponsorde of sommige per jaar? Dus had ik al een redelijk inkomen met sponsorgeld. En plus mijn wedstrijden, ja, die gingen ook zeg maar, begon met 500 euro per wedstrijd. En toen in één keer zat ik op zeg maar, 15.000 euro per wedstrijd op het begin. En uh, ja, zo is het eigenlijk gaan lopen. En uh, ja, ik ben heel trots op uh, dat ik dat zo bereikt heb. Zeg maar. ja, ja. Snap ik man. Ja. Snap ik. Is dat dan ook normaal? Hè? Dus om 12 sponsoren te krijgen in één keer, dat is toch? Best wel speciaal als je dat in één keer aangeboden krijgt. Ik weet niet of dat normaal is, maar ik weet wel dat het uh, niet normaal is dat ik op een op duur uh, zoveel ging winnen en alles op mijn koud won. En, uh, dus uh, ja. was wel misschien een speciaal talent en uh, wat naar voren kwam. Ja. En uh, waar mensen wel aanspraak, zeg maar. Want als ik uh, bijvoorbeeld ik moest in de Amsterdam Arena vechten. En die gingen er vanuit, het uh, was voor 32.000 man tegen Jurumes. En die gingen er vanuit Helmond, gingen er misschien wel 500 man mee of zo. Met uh, allemaal stadsbussen met uh, vlaggen erop. En. Ja, dat was echt uh, super, super gaaf. Ja, ja. Dus uh, ja, ik denk dat ik uh, ja, het zelf wel een beetje ook gedaan heb door mijn wedstrijden te winnen. Ja. Ja. Ik kreeg ik toch een soort van aantrekkingskracht naar uh, andere merken en bedrijven die met jou uh, samen willen werken? Ja, dat begrijp ik wel. Ja. Was die support altijd al zo groot? Ja, vanaf, uh, vanaf dat ik uh, in de krant begon te staan, zeg maar, toen ik nog niet ervan kon leven, toen begon ik al hier in Helmond echt een grote fanbasis te krijgen. Ja, en op den duur, uh, ik won heel veel op spectaculaire manier op het begin. Zeg maar. heel veel, ik ging altijd voor de kou. En uh, ik won ook heel veel op kou. Ik kon ook wel eens een keer verliezen, maar ik won bijna altijd op naar koud. En ja, dan krijg je snel uh, een naam, zeg maar. Dat is een lopend vuurtje in Nederland, hè. En je had toen van die, van die vechtsportforums op uh, internet. Die zijn allemaal al weg, zeg maar. Maar vroeger waren er een paar. En dan zag je, ja, ik keek daar veel op. Maar dan zag ik wel elke dag mijn naam voorbij komen. En dat was goeie, in, in het goede en ook in het slechte van de haters natuurlijk. Maar er werd constant over gepraat, weet je wel. Mm -hmm. En... Uh, ja, ik moest me eigenlijk, eigenlijk nog bewijzen, ik sloeg ze wel allemaal naar koud, maar ik moest eigenlijk nog een keer uh, toppers uh, eruit uh, slaan. Ja. Toen kwam mijn kans om tegen een grote helft van mij te vechten, Jury Mes van Mike Jim. Mm -hmm. Als je Mike Gyms zijn logo kijkt, dat hoofdje, dat is het hoofdje van Jury Mes, dus dat was echt hem zijn uh, begin, uh, zijn ja, topper oh, ja. zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, waar hem zijn sportschool groot mee geworden is, buiten Bad Hari natuurlijk. Maar ja. waar... En uh, ik moest toen tegen hem vechten in de Amsterdam Arena ja, en ik sloeg hem toen nog koud in de tweede ronde. En ik sloeg eigenlijk mijn, uh, ja, een beetje idool, zeg maar, uh, waar ik tegenop keek Dat vond ik een vette vechter. Mm -hmm. En uh, ik had hem thuis, toen ik nog thuis, had ik hem ook op mijn, op mijn deur hangen en zo. En, uh, en toen in één keer stond ik daar uh, zelf tegen in Amsterdam Arena op It's Showtime. Voor 32.000 man, ja, dat was bizar dat ik hem eruit sloeg. Ja, vanaf die vanaf die moment ging het, pff, de lucht, uh, ja. ging het echt... Hoe was het dan uh, je voorbereiding? Want het is je grote held... Hij staat op je deur. Ja. Dus je ziet hem eigenlijk elke dag. Ja. Is dat anders dan met andere vechters? Ja, uh, dat is wel anders. ja. Je kijkt er naar uit om, uh, om uh, zoiets te bereiken wat die gast bereikt heeft. Ja. En dan in één keer pomp je, pomp je hem dan koud. Van, te, van tevoren denk je nog niet van je eigen dat je goed en sterk en dim bent. Maar na die wedstrijd dacht ik van uh, ja, laat nou iedereen maar komen. Nou ken ik hier heel de wereld aan. Ja. En dan heb ik ook laten zien dat ik iedereen verslagen heb daarna. Dus uh, dat heeft me wel echt een boost gegeven, zeg maar. Uh, ja, nog, uh, nog beter te gaan doen als wat ik het toen al deed. Ja, zat. Heb je in het begin ook momenten gehad dat het lastig was? Dus in principe, zeg maar, je bent aan het werk. Je bent fanatiek aan het sporten. Waarschijnlijk een stuk fanatieker aan het vechten dan de meeste mensen om mm. je heen. Maar in het begin is het totaal niet duidelijk of jij Jij zegt: Ik wil mijn centjes hiermee verdienen. Maar ja. er zullen vast ook mensen zeggen: Ja, jongen, er zijn heel veel mensen die dat willen. Ja. Ja, ik heb echt altijd heel sterk in mijn eigen geloofd. Ik heb nog niet één keer in mijn vroegere jaren, zeg maar, toen ik nog niet getrouwd was en nog thuis woonde. Maar niet één keer gedacht van dat ik het niet ging bereiken. Ik heb altijd gedacht van, de werk, de, ik moet voor mijn vader werken. Ik had liever thuis gebleven dat ik alleen maar kon trainen, maar dan had ik geen geld. Maar ik moest werken voor mijn vader en ik had alleen maar zo'n gevoel van, de werk is maar tijdelijk. Gewoon, uh, ik heb achter de vuilniswagen als eerste gewerkt, maar dat zag ik gewoon als conditietraining. Dat ik heel dag moest ja, lopen. Hoe ja, ja. oud was, was je? Ik was 17. Ik was 17. Ja, ja. Ja, ja. En uh, ik heb echt alleen maar constant gedacht van, dit is conditietraining, vanavond trainen. Dus al het werk wat ik moest doen, toen ging ik in één keer slopen. Toen dacht ik: van, Oh, dus je wordt sterk van. Weet je wel? Het is een krachttraining. Ja. Dus ik heb werk alleen maar gezien als. Uh, uh, als omdat het moest en dat ik geld moest hebben. Maar mijn doel was om wereldkampioen te worden. Daar heb ik echt keihard kei in geloofd zelf. Ja. Ja. En nog steeds geloof ik dat ik de beste ben. Dus de, zo blijf ik gewoon denken. Dat denk ik ook nodig, toch? Om ja, zeker. die hoogtes te behalen. Zeker. Ja. Heeft jouw zoon, heeft die dat ook? Want die vecht natuurlijk ook, heeft hij nu al wat jij bij jezelf herkende, hè? dat je altijd dacht van ik ben de beste, zie je dat bij hem ook terug? Uh, nee, dat zie ik nog niet echt ja? uh, terug bij hem. Maar ik denk wel zeker dat hij een van de beste ter wereld kan worden. Ja. Maar hij komt weer uit een heel ander milieu als ik. Ik heb keihard meegemaakt vroeger. Had ik had een beetje een slechte thuissituatie. Vader en moeder uit elkaar. En een hoop ellende in de privésfeer, zeg maar. En mijn zoontje heeft dat helemaal niet. Die heeft een uh, vader en moeder, zusje. Die heeft gewoon een, een gezonde thuisbasis. Uh, alles is er wat hij nodig heeft ik een beetje verwend ook ja ja, ja, ja dat is zijn gewoon eerlijk en dus ik heb altijd een, een, een hij zal nooit geen vuilnisman worden zeg maar nee. en ik en, en ja, ik ik ben met mijn 16 van school afgeschupt. eerst met mijn negen toen moest ik naar een speciale school voor moeilijke kinderen smokschool smokschool ja, ja, ja. en toen met mijn 16 ben ik daar weer vanaf gegooid omdat ik ja ik wou gewoon niet naar school ik vond niks anders. ik was kei slim ik ben best ik wil niet zeggen intelligent, maar ik ben op sommige dingen ben ik best wel slim. Alleen school was het gewoon niet van mij. Die leerden mij daar niet hoe ik geld moest maken, hoe ik geld moest verdienen. Die leerden mij dingen waar ik helemaal niet geïnteresseerd in was, zeg maar. Mm -hmm. Dus nu ben ik daar vanaf gegaan en het eerste werk wat ik kreeg was uh, vuilnisman. Yeah. En al mijn vrienden lachten me uit, zeg maar. En, uh, maar daar gaf ik helemaal niks om. Mooi. Dus. Nee. Was je, was je opgelucht <coughs> toen je mocht stoppen met school of toen je ging stoppen met school? Ik was, op, ik was opgelucht ik ging werken, maar na een maand had ik echt zoiets van... Oh, wat heb ik toch gedaan? Was ik <laughs> ja, op school gebleven. Ja, ja. Dat was wel, een <laughs> ja. alternatief. Snap ik wel, ja. ja. En dan word je op een gegeven moment... Uh, ben je vuilnisman, daarna ga je de bouw in. Dan heb je een paar moeilijke jaren. Hoe ziet zo'n trainingsschema dan eruit? Hey? Want je bent de hele dag keihard aan het werken. Ja. Avonduren trainen, weekenden trainen. Ga je nog wel ja. eens uit? Heb je nog een sociaal leven? Ja, ik, uh, ik heb denk ik vanaf mijn uh, 17 tot mijn uh, 3,24 geen druppel alcohol gedronken. Helemaal constant aan, 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 uh, aan het werken geweest, aan het grinden, zeg maar, om uh, de top te bereiken. En uh, ik ging wel elke week, ik was vrij gezellig, ging elke week ging ik op stap met mijn vrienden. Dan gingen we donderdags weg, vrijdags, zaterdags. En soms gingen we nog zondags naar uh, Valkenswaard in een café. En ik dronk nooit. Ik was de enige die nuchter was. De rest was allemaal tot en los. Maar we gingen daar gewoon heen. En ik ging gewoon een beetje voor, uh, voor de gezelligheid, zeg maar. Snap je? We gingen gewoon mee omdat ik anders maar thuis had. Maar ik was wel vaak, zeg maar, om 11 uur, 12 uur. dat ik weer naar huis ging. Mm. zat er weer uh, training uh, op het menu. Ja, precies. Maar uh, ik heb heel vaak gehad, dan uh, moest ik werken, bijvoorbeeld achter de vuilniswagen. Tot drie, vier uur s middags waren ze klaar. Dan ging ik naar huis en dan ging ik nog eens hardlopen. Had ik al heel dag gelopen. En dan ging ik nog eens hardlopen, zeg maar, met een zweepak aan. En dan ging ik naar huis. Toen had mijn vader eten voor me klaargemaakt. Dan ging ik slapen en dan ging ik s'avonds weer trainen. En dat deed ik elke dag. Ik sloeg geen trainingen over. Dus ik, uh, en ik ging naar de sportschool en ik had uh, onder, onderweg naar de sportschool, toen dacht ik al van ik ben de beste, ik ga ze er allemaal uitstompen vandaag. Uh, niemand kan van mij winnen, ik moet de baas zijn. Zo heb ik altijd gedacht. Ja. En zo denk ik nog steeds als ik hier aan het trainen ben. Mm Hoe -hmm. komt dat vandaan denk je? Ik weet ik niet. Ik weet met het echt welk niet. doel uh, begon dat vechten? Want je dacht je wou de beste zijn. Films. Maar... Films. Ja, 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 ik, uh, ja, ook maar vooral <laughs> van mijn kickboxer en uh, uh, weet je, één film... Uh, Vandaar mijn bloedsport, ja. weet je wel, die films, ja, daar was ik helemaal verslaafd aan vroeger. Ik keek ja. alleen maar vechtfilms vroeger, ninja films, Amerika ninja en zo. En als ik die dan gezien had, dan ging ik de straat op en dan was ik zelf net een ninja. Ja, en dan ja, was ja, ik ja. Een manneke van vijf zes jaar. En ja. ik wou al met mijn zes zeven jaar ook al onder kickboksen Maar je had die één sportschool hier in Helmond, Neko van Jerry Kalia. Maar dan mocht je pas met je tien bij. Mm. Dus toen ben ik ben, tot mijn tien ben ik gaan voetballen. Ja. ook helemaal niks samen. Ik ben gewoon gaan voetballen. En uh, ja ik deed meer vechten op het veld dan uh, voetbal uh, <laughs> ja. en toen, uh, toen ben ik met mijn tien uh, meteen onder kickboksen gegaan ja, ja door mijn moeilijke jeugd en thuis situatie uh, had ik met mijn twaalf dertien helemaal geen zimmer en ik wou liever op straat hangen mijn vrienden te uithalen en verkeerde pad op en ja ik had met mijn zestien wel gezien dat ik dat niet uh, altijd wel blijven doen weet je wel dus, alles gestopt en toen ben ik weer gaan kickboxen gelukkig. Hoe kwam dat inzicht dan? Want ik, bedoel, toen ik 16 was, was ik ook wel eens aan het uithalen en doen. Nou, bij mij was het, nou, het, duurde best lang voordat ik doorhad dat het misschien niet slim was om altijd de beide te zijn. Ja. Hoe, hoe kwam dat inzicht bij jou? Want 16 ben je nog steeds eigenlijk super jong. Ja, ik zag wel vrienden van mij die, uh, die, gingen echt helemaal verkeerd. Die kwamen vast te zitten en uh, veel drugs in het spel en uh, ja, softdrugs dan. En ik dacht gewoon, prf, ik heb dat thuis allemaal al gezien. Ik, zeg, ik dacht echt bij mezelf, ik wil niet uh, dadelijk als ik ooit later uh, een vrouw en kinderen heb, dat ik ook hetzelfde voorbeeld ga geven als wat ik zelf altijd gezien heb. Ja. En uh, zo is dat in zich gekomen. En toen, uh, ik rookte vroeger, ik deed stiekem roken. En toen mocht ik roken met mijn 16 van mijn vader. Toen vond ik er niks meer aan. Nee. En ik uh, stond elke week voor, bij ons pap uh, voor sigaretten en voor check En uh, nam die elke week van de, van de winkel mee. En toen in één keer zei ik na twee weken, zeg pap, is jou niet iets opgevallen aan mij? Ja, je had niks meer om sigaretten gevraagd. Ik zeg: nee, ik ben al twee weken gestopt. Ik zeg en als ik nog twee weken stop, ga ik weer kickboksen. Mm -hmm. En hij dacht bij zijn dat ja, zal wel een uh, rolje. <laughs> nee, ken is. je ken jou wel. Dat is nice. wel. <laughs> maar zo is het wel gedaan. Ik, zo is het wel gedaan. Ik stopte nog twee weken. Toen ging ik hier in de sportschool uh, ging de eerste keer uh, iemand hier een, uh, een uh, gedeelte huur voor te kickboksen. Nou ik ging je trainen tot nu toe. Nou ben ik wow. 39. Ja, nooit ja, meer uh, gedaan, Ik ben dus. nooit meer gestopt en ik heb uh, wel eens naar een verliespartij gedacht. Van ik stop ermee, kan het niet meer. doen dan is ja. gewoon emotie en dan ben je kwaad op jezelf. En is dus na een paar weken is dat weer weg en je uh, nee, bent altijd doorgegaan. Hoe, heb... do, hoe doe je het dan als je bijvoorbeeld ziet, soms wel van kon om me krijgen, dan heeft hij een wedstrijd gespeeld en gaat hij daarna gewoon zuipen uh, roken of smoken, dat soort dingen. Ja. heb jij dan ook zeg maar als je een wedstrijd hebt gehad dat je soort van beloning voor jezelf hebt. Ja, ja, ik drink ook gewoon een volle fles whisky leeg en uh, Kijk, ga naar de McDonald's en. Uh, dat maar, uh, maar ik ga wel gewoon weer als ik zaterdags gevochten heb en ik kom terug in Nederland. Ik ben wel gewoon weer die week uh, wie aankomt. Ben ik wel weer in de sport rustig aan het cardio, afvalstoffen eruit. Het is niet zo dat ik twee weken rust pak of zo. Dat doe ik nooit. Nee. En als ik op vakantie ga, training sta ik dus op, op op mijn vakantie nog. Ja. Nou, wat doe je dan? ja dan ga ik een beetje joggen, een beetje fitness, een beetje kracht bijhouden. Dan drink ik ook wel alleen, dan zorg ik wel dat ik in shape blijf. Ik zorg altijd dat ik tussen de 70 en de 85 procent in mijn conditie blijf zitten. Mm -hmm. dat ik niet te diep hoef te gaan om te pieken. Ja. heb je ook wel eens uitgeschoten dat je eigenlijk te veel uh, los ja, was puurlijk. gegaan. Een Iedereen maakt fouten in zijn leven. Ja, 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 ja. ja, Daar heb je waarschijnlijk dan. En weet op... je wat met mij is? Kijk, ik heb 150 wedstrijden gevochten en ik ben al zo lang aan het vechten. Er komt een moment waarbij je even niet gefocust en niet professioneel bezig en daar word je dan keihard op afgestraft als je wedstrijd verliest. En daarna ben je in één keer weer 100% gefocust en ja, dus daar heb je die verliespartij dan weer even voor nodig. Ja. Was dat ja. met die verliespartijen ook vaak dat je eigenlijk wel wist van ik had niet 100% voor de wedstrijd erin gezet en dat je weet van ja ik had, dat je eigenlijk wel weet hoe het kwam? Uh, niet dat ik mijn eigen niet 100% ingezet had. Maar wel dat ik bijvoorbeeld lichamelijk niet fit was, of, of geestelijk niet 100% fit was. Ja. Je hebt ook wel eens uh, in, de privés, uh, in je privéleven wat problemen met wat van dingen dan ook, financieel of uh, iets gaat niet goed met een zaak, of ruzie met iemand van de familie. Of, en dan neem je toch mee in je training. En als dat dan net voor een wedstrijd gebeurt, neem je dat toch mee in een, uh, in een wedstrijd. En dan merk je toch in de wedstrijd dat je niet 100% gefocust bent. Ja. Mm -hmm. Want ik vraag mm -hmm. me dat altijd af. Hè? Want dat vind ik altijd interessant. Ik kijk zelf al UFC, boksen, dat soort dingen. Bij boksen zie je eigenlijk altijd dat je moet blijven winnen. Als je eenmaal verliest, dan, ja. dan is die, die waarde van je naam die, ja. ja, die kelderd. Bij de UFC zie je eigenlijk best wel dat je prima. Je kan verliezen. Adesanya dit weekend. Hij verliest ja. een partij. En dan eigenlijk is die redemption die hij daarna heeft, is ja. alleen maar meer waard. Ja zeker. Bij kickbox heb je dat ook wel. Hoe ga je daarmee om? Dat als je ergens vol gaat, bijvoorbeeld, jij begon bij K-1. Je wint drie partijen. Ja. Nou, dan ben je eigenlijk heel dicht volgens mij bij dat doel wat jij altijd al had van wereldkampioen worden. Ja. En dan, dan lukt dat niet. Wat gebeurt er daarna mentaal met je? Ja, dan moet je echt in sterke schoenen staan, uh, wil je daar uh, weer uitkomen. Want ik uh, ben vijf en een half jaar ongeslagen geweest toen ik bij Glory vocht. Uh, ik had zeven wereldtitels gehaald. Ik had 25 of 26 partijen achter elkaar gewonnen in die vijf jaar, zeg maar. En toen verloor ik de eerste keer van Doembe, op punten. En toen verloor ik weer van Doembe en toen verloor ik weer van Alim Nabiev. Waar helemaal nergens besloeg, want ik wist dat ik veel beter was. Alleen ik zat hier niet goed in elkaar. Mm. Ik, 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 ik trok mijn eigen te veel aan van de media. Dat ze zeiden van, uh, ja, het is voorbij met hem. Hij is oud. Hij is zus. Hij is zo. Toen trok ik mijn eigen aan en dan ging ik geloven en dan neem je daarmee de wedstrijd in. En toen ben ik gestopt bij Glory en dat is het beste wat ik gedaan heb. Want ik uh, stopte bij Glory, ik zette op uh, mijn social media dat ik weer een vrij agent was om uh, op een andere organisatie te vechten. Ik heb Glory alles gehaald wat ik uh, behalen wou. En toen kwam One Championship op mijn pad. En uh, ja, toen had ik een, uh, een debuut. Dat ja, is gewoon een killer debuut tegen Cosmo Alexander. Ik sloeg hem ook met die opstoot. En toen was ik weer helemaal terug. Maar dan zie je ook weer de mensen. De schapen, zeg maar. Die zeggen dan weer. Oh, hij is weer terug. Oh, wat een topper. Oh. Yes. En dan denk ik bij mijn eigen. Ja, ik moet ja, ja. daar helemaal niet naar luisteren. Want het zijn alleen maar mensen die denken dat ze het weten. Maar ik moet alleen maar luisteren naar mijn vrouw. Naar mijn, naar mijn team. Naar mijn gezin. Mensen die echt van mij houden. Die weten hoe het met mijn. Uh, gesteld staat, zeg maar. En vanaf die tijd ben ik weer sterker geworden. Ja. En ik verloor drie keer achter elkaar. En drie keer verliezen, als je zeven keer wereldkampioen bent... en vijf jaar niet verloren hebt, en dan drie keer achter elkaar verliezen... en dan weer terugkomen... dan moet je van goede huizen komen. Ja, daar heb je kracht voor nodig. Ja, ja lastig wel. Lucht dat dan op als je dan eenmaal weer wint? Of ja, heb je eigenlijk dan meer zoiets het is van... is hetzelfde wat Adesanya afgelopen weekend zegt. Jullie moeten, wat hij in de Octagon zei toen... hij vroeg aan Joe Rogan de microfoon... om iets te zeggen. En toen zei hij van mensen, je moet... Even je eigen inbeelden. In mijn geluk, hoe ik mijn eigen nou voel. In my happiness, zei hij. Hoe ik mijn eigen nou voel. Hij zei, stel je eigenlijk eens voor dat je drie keer van iemand verliest en je slaat hem nou knock out. Hij zei, je moet eens dus even nadenken hoe gelukkig ik mijn eigen voel. Dat had ik toen ook. Ja. Heel de wereld, eigenlijk de vechtsportwereld, de media, die was tegen mij toen ik uh, drie partijen aan ah, hij is niks meer, hij is oud en zo, zo. En dan kom je in één keer weer op zo'n manier terug tegen een vechter wie... 100 miljoen keer sterker is als een Cosmo Alexander of een Ali Nabief, Dat kan je niet eens vergelijken. Mm -hmm. Snap je? Dat kan je niet eens vergelijken. Cosmo Alexander is gewoon een, een Braziliaanse killer, net zoals die POTAN uh, waar die uh, dingen van won, die Adisanya. Ja. Zo'n type was hij ook. Die, 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 die vermoordde iedereen in de ring. Ja. En, en ik sla hem dan zo nog koud, en dan na drie verliespartijen, dan voel je, je eigenlijk gewoon, ja, top. Ja. En die nacht was ook alles top. We gingen dan afterparty op het hoogste gebouw in Singapore. En ja, ja. alles kan dan, snap je? De, ja. Je voelt je eigenlijk dan gewoon de koning van Singapore op dat moment. Dat snap ik wel. Kan Echt, ja. uh, dan kan er niks kapot. En hoe ja. zit het dan met, um, <coughs> met je geld wat je daarvoor krijgt? Want je verliest drie keer achter elkaar. Ja. Is het dan ook zo dat ze elke keer dan de helftje nog maar gaan betalen? Nee, of hoe gaat nee. Het weet je wat het is jongen? Ik zeg heel eerlijk, ik heb zo'n goede naam opgebouwd in die twintig jaar. Ja. Ze, ze, ze betalen mij eigenlijk niet meer voor mijn wedstrijden, ook wel, maar ze betalen me eigenlijk meer voor mijn naam. Ja, ja, ja. One Championship, die wou mij zo graag hebben toen ik bij, uh, bij Glory wegging, Want One Championship was de enige, de baas van One Championship, Chatri, die zei tegen mij, Niki, we well, hebben ze jou slecht behandeld bij uh, Glory? Het is niet eerlijk gegaan zoals het had moeten gaan. Jij werd te duur voor hen en daarom hebben ze jou laten verliezen. En dan konden ze die andere jongens, voor jouw geld wat jij kreeg, konden ze hem tien keer laten vechten. Ja. Ja. Zo zei ze tegen mij, de baas van, uh, van uh, One. En daar heb ik ook een hele goede band mee. Dus uh, ja. 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 Gaan, ja. Hoe, zeg maar, in die wereld hè, van, van sport, hoe bouwt dat zich überhaupt op? Zeg maar, als je kijkt, um, er zijn best wel wat vechters in bijvoorbeeld de UFC. Uh, er is best wel veel te doen om fighter pay, hè, van hoeveel krijg je nou betaald. Volgens ja. mij is nu, uh, hoe heet hij, die uh, heavyweight champion is nu ook pleiten gegaan omdat hij niet tevreden was. Uh, en, en Gano kwijt. Ja, ja, die is ook weggegaan. Aan de andere kant zie je dat er nu een besef begint te komen... door, nou, Floyd Mayweather doet dat al langer, maar ook in Jake Paul... dat eigenlijk in boksen, of in vechten in het algemeen... de naam die je opbouwt en de ja. hype die je kunt creëren rondom een gevecht... soms belangrijker is dan echt de kwaliteit van het ja. gevecht. Heb jij daar bewust ben je daar mee omgegaan in je opkomst? Of was het, kwam dat natuurlijk? Uh, ik ben daar eigenlijk... Uh, en dat is heel jammer... We voor en ik kom uit een andere generatie. Van gewoon opwarmen, handdoek om op je nek en gewoon iedereen naar koud slaan. Ja. En, en, en pas zeg maar een jaar of tien geleden, toen Conor McGregor kwam, toen is pas eigenlijk uh, Conor McGregor en Tyson Fury, die twee, toen is eigenlijk pas echt het trash -talk, uh, begonnen, weet je wel? Ja, ja, ja. Ik ben er nooit in meegegaan, want ik ben niet zo'n type. Nee. En ik ga mijn eigen niet anders voelen dan dat ik, dat ik ben, omdat iemand anders daar nou zoveel geld mee verdient. Ik verdien ook goed, snap je? Dus uh, nee. waar ben je tevreden mee? Ja. Snap Wat is dan een vechter uh, waar jij nu, die nu actief is, waarvan je zegt: van, ja, dat vind ik echt een tof persoon, of een toffe vechter om naar te kijken hoe die doet en de dingen aanpakt? In welke sport? Ja, ben je benieuwd of dat, of dat verschil <laughs> maakt. Of je, bijvoorbeeld of je zegt bij de UFC. of Als je heel specifiek per sport hebt, ben ik ook benieuwd. bijvoorbeeld in boksen. Ja, ik ben juist echt helemaal, uh, helemaal kapot van die Alex Pereira. Ja. Ben ja. ik echt gewoon echt in, hij verliest nou, maar ja, oké, okay, dat kan. Ja. Maar als je zag hoe die stond te vechten. Zo hij verliest cool. wel mooi hoe hij stond te vechten. Hij laat gewoon zien dat hij 15 keer fysiek sterker is. Hij, het is goed, ook hoe hij eruit ziet, het is net een Indiaan. Het is gewoon een moordenaar. Ja. Snap je? En daar hou ik, ik hou ook van. Ook Alessandro, zijn stijl, hoe hij vecht, heel mooi. Alleen ik vind hoe hij praat in de, in, de, in de media en zo, prrr, het is net een stripfiguur. Dat snap niet. je? Daar vind ik helemaal ja. niet uh, leuk om naar te luisteren. Ja. Alles met van die handgebaren en ik hou er niet zo van ik hou niet van de animatie uh. Pff, helemaal niet nee, nee. nee echt helemaal niet nee nee en in de boxen vind ik uh, vind ik uh, Tyson Fury vind ik helemaal te gek gewoon ja. onze persoonlijkheid wat hij allemaal meegemaakt heeft zijn verslaving uh, het gewicht wat hij heeft gewogen zelf weer helemaal teruggekomen en dan hoe hij teruggekomen is vind ik helemaal mooi Dion Te Waalder die die, uh, die zegt één keer iets op social media van oh, hij is, uh, hij is finished. Uh, hij kan niet meer. Hij is uh, vust te dik. Die kan niet meer terugkomen. Hij is teruggekomen met heeft hem gewoon drie keer verslagen. Ja. Ja. En dat was echt een modder, maar ook die, die ontweer Wilder. Als ja. hij hier raakt, dan, uh, dan is het ook uh, spacetime, zeg maar. Ja. Ja. En uh, hoe hij dat dan aangepakt heeft... Geweldig. Ja. Ja, het is wel bij Deontay Wilder, vind ik ook zo'n mooi voorbeeld van... Of ja, het is niet een mooi voorbeeld van iemand die op een gegeven moment mentaal gebroken is. Ja. Want hij was echt de top van de top. Ja. Ja, toen heeft Tyson Fury hem eigenlijk... Uh, ja, in het begin was het een beetje zeker, maar daarna mishandeld. Ja. En nu is, ja, nu is hij een beetje kwijt, gewoon, ja. lijkt het. Kan je ons daar een beetje in meenemen? Volgens mij was uh, Wilder ook best wel laat begonnen. Ik heb een keertje met jou gesprek over gehad. Het was eigenlijk een maar, basketballer volgens mij. Hè? Ja, sowieso. Ja, ja. Ja, ja, toen hij 21, 22 was of zo, toen begon hij pas echt... En Plot. toen is hij heel snel ook na een half jaar of zo is je wedstrijden gaan doen. En dat is alleen maar, eigenlijk alleen maar beter gegaan. Ja. I hij, heeft wel, uh, hij heeft wel frikandellen eruit geslagen hoor. De eerste 15 partijen. Het waren niet, of de eerste 10 partijen. Er waren geen uh, level partijen zeg maar. Ah, nee. oh, okay. en, ja. uh, maar zo bouwen ze alle boksers in Amerika op. Hè? En trouwens ja, in ja. heel de wereld. Dus, uh, je moet eigenlijk met boksen moet je eigenlijk een, uh, een nul record hebben. Dus zeg maar 25-0. Ja. Daar vinden ze interessant om te verkopen. Als je 25-1 bent, dan vinden ze wel minder interessant. Dat mm -hmm. is heel raar bij boksen. Dus ze doen je eerst uh, tegen allemaal frikandellen. laten ze je. Als je je naam opbouwen, dan gaan ze een subtopper pakken. Dan pakken ze iemand die net over zijn top heen is, wie al wat ouder is. Nou, die slaan ze eruit. Dan hebben ze een naam. Oh, oh gewoon een van die. Mm -hmm. nou, en dan gaan ze tegen de top. En dan moet je klaarmaken. Ja. Zo is hetzelfde als wat ze nu gedaan hebben met uh, Ryan Garcia. Ja, nou, over ja, twee, twee weken tank. tegen Tankvecht. Kijk, komt uit. ik heb ook twee geweldige ja. boksers. Die ja. ken ik niet. Dat is Javante Davis. komt uit het kamp van Mayweather. Ja. Echt? Oké. Okay, maar uh, okay. die is uh, 25-0, die jongen. Ook echt, <laughs> ja, ook echt, een, echt een killer. Kamp. Maar die heeft ook al echt namen eruit geslagen. Ja. En tank nog niet. Nee. Denk nee. is wel een... Of uh, ik bedoel uh, die Davis, Ryan Garcia nog niet. Ryan Garcia, nee, Garcia nog niet. Nee. nee, nee. nee. Wat hij wel populair is. Ja, ja die hij is veel populair. Naam, maar dan. dat is meer een. Uh, dat hij zo'n knappe jongen is. Uh, het uh, Dior sponsor. Nee. Hij uh, is een YouTuber met uh, Jake Paul een bevriend. Dus. Daar hebben we het net over gehad, dat verhaal met influencing en uh, daar, als je een goede influencer bent, dan, dan kan je, kijk die KSI, die donkere gast, weet je wel, yeah. op die YouTuber, KSI, yeah. uh, KSI, uh, KSI uh, hoeveel, hoeveel geld die binnenhalen met, uh, met, met boksen, ja, terwijl het geen profboxers behoor. zijn. Nee. Ja. nee. Wat vind je dan van het niveau van een Jake Paul, en KSI? Ja, ik zeg eerlijk, die Jake Paul, ik vind dat hij wel ik kan bokser. Ja. Mm -hmm. Hmm. Ik vind dat hij wel, hij, het is niet iemand wie je wie moet onderschatten even, dat je denkt, oh ja, hij is een YouTuber, uh, die kan niks. Nee, hij heeft een heel gym gebouwd, de beste trainers in huis gehaald, de beste spanningsmaat in huis gehaald. Ja. Train dag en nacht, dus hij is wel echt goed mee bezig. Hij is zeg maar in vijf jaar is hij echt uh, van slechte boksen naar hele goede boksen gegaan, ja. zou ik het zo zeggen. Het is niet een jongen die je moet onderschatten. Hij heeft natuurlijk ook, dat is zijn voordeel denk ik ook, dat hij en hij heeft zeg maar het vermogen maar hij heeft ook de knaken. Zeker. Dus hij kan trainingskampen ja. betalen waar je u tegen zegt. Ook zeker, mij. Ja. ja. Ja, dat is wel mooi. Hoe was dat begin voor jou eigenlijk? Hè? Want je bent aan het knallen, je werkt in de sloop, maar dan, nou ik weet niet hoeveel je daar verdient, maar het zal niet gigantisch veel zijn. Bij de sloop? Ja. Pff, dan kreeg ik 17,5 of zo ja, eh, per precies. maand. Ja, precies. Nee, dus, nee, dus ik kapot werken. Houdt niet over. <laughs> En dan op een gegeven moment begin je langzaam centjes te verdienen. Ja, je begint je geld te verdienen als je in de B-klasse zet bij kickboksen. Ja, en dan krijg je 150 euro. Dus je treedt ja. je drie maanden kapot en dan krijg je 150 euro en dan moet je 30 euro afgeven aan de trainer. Al ja. ja. je 120 euro over, nou dan kan je tegenwoordig een keer naar de McDonald's en dan is het weer op. Ja, precies. Ja, ben je klaar. Ik <laughs> en je denk, de B-klas. Je moet nog de trainer betalen. Een oefening. Dat bedoel ik. En ja. Precies. Dus daar schiet helemaal niks op. Maar ik weet nog goed dat ik de eerste B-partij won. En uh, toen kreeg ik kreeg 150 euro in mijn hand. En toen zei ik tegen mijn vader... Ik hier pap, ik krijg gewoon betaald voor het vechten. Vet hè. Ja. ja, mooi jongen, zegt hij, mooi. En nou, 15 B-partijen gevochten. Toen ging ik naar de A-klasse. En toen kreeg ik mijn eerste partij, kreeg ik 500. Mm. Mm -hmm. En ik vocht om de 5, 6 weken vocht ik een wedstrijd. Snap je? Ja, ik, ik wou heel ja, veel vechten. Uh, ja, ja. Maar ik sloeg iedereen ook uit. Of in ieder geval, van de 10 partijen sloeg ik er 8 ook uit. Dus ging heel snel... Ging mijn uh, waarde als vechter omhoog? Ja. Als ik kwam, kwam ik meteen met 80, 90 uh, bezoekers. Daar vonden de promotors ook lekker. Daar werden ze ook geil van. Uh, oh, die neemt veel mensen mee, dat brengt geld op. Ja, ja. Snap je? Ja. Dus uh, en toen ging ik van sportschool verwisselen. Toen ging ik naar een sportschool waar de beste sportschool ter wereld was: Golden Glory. Dan zat Ramon Dekker, en uh, Cor Hemmers was daar de trainer, en Nicky Hemmers trainde ik veel mee. Gol Saki, Errol Zimmerman, uh, Alistair Overeem, Sam Schild. Alles de namen. de stal der stallen ja, ja. zeg maar in, uh, in heel de wereld. Ja. Iedereen was bij Golden Glory, ze dus kwamen ook van heel, heel de wereld naar Breda toegevlogen. En uh, ik was 500 gewend voor een wedstrijd, en toen zei Ramon, ah, Nicky, kreeg voor jou over zes, uh, zes weken een wedstrijd, zorg dat je klaar bent, goed trainen nou. Ik zeg, ja is goed. En toen kwam die wedstrijd. Uh, ik zeg, wat, wat krijg ik voor deze wedstrijd? Uh, uh, ja, ik heb vijf, 1500 gevraagd. Toen kreeg ik in één keer 1500. Dus ik, ik switchte van sportschool. En in één keer van 500 kreeg ik naar 1500. Oh, ja. Ja, ja. En in een jaar tijd zat ik in één keer op 7500. Ja, dan wordt het leuk. En nog steeds elke zes weken of elke twee maanden? Een ik vocht elke twee maanden, ja. Ja, ja. En wat gebeurt er nou als je echt klappen krijgt. Hè? Een paar klappen op je hoofd, je merkt van oké, okay, daarna dat je wat duizeliger bent. Alsnog gewoon na die maand of twee maanden gewoon weer en doorknallen. Ja, maar of? dat had ik niet veel meegemaakt. Nee, ja, op het begin, begin maakte ik niet mee. Ik maakte er pas mee toen was ik al uh, echt uh, toen begon ik echt top te worden zeg maar. Toen moest ik voor de wereld die te vechten. En toen kreeg ik de eerste keer een tiktok neerging tegen uh, Alvia Lima. Ja. Dus toen kreeg ik één linkse hoek en toen ging ik neer. En toen stond ik op en uh, ik wou doorgaan. De scheidsrechter zag dat het genoeg was en toen was het genoeg. Mm -hmm. Snap je? Dus uh, hij beschermde mij. Misschien ook wel goed, uh, maar, maar goed, dat was de eerste keer dat ik er meemaakte. Dus het was niet echt een knock-out, maar het was neergaan, opstaan en niet meer verder kunnen. Ja. Mm -hmm. Maar je voelt er helemaal niks van, want uh, je, je maakt een combinatie. In één keer kijk je naar, naar het licht in het plafond en dan sta je snel op. En dan denk je van, oh, verder gaan. En dan schijnt stopt mee En je, je snapt nog steeds niet goed wat er gebeurd is. Nee. Ja. nee. Maar ja, dat uh, voelt mij ook altijd het meest op. Ik heb ook een tijdje gebokst, inderdaad. Ben ik ook een keer plat tegen de grond aangeslagen. Dat ik heb outs geslagen worden doet niet echt pijn. Nee, nee. Het is meer dat je gewoon in nee, denkt, nee, nee, oh. Nou, ik zeg wel, van die wedstrijd had ik het meeste geleerd van heel mijn carrière. Ja? Want ik was altijd een knock-out vechter. En ik wou echt vanaf seconde één meteen, bam, bam, ik iedereen pijn doen, knock-out slaan. Maar daardoor was ook mijn dekking altijd wel lager en ik haalde aan en, zo. en toen ik tegen Lima gevocht had, daarna ging ik in één keer gesloten dekking, rustige vechten, meer ontwijken, op afstand vechten. Het werkt tien keer slimmer. Ja, dus uh, Lima, bedankt hè. Ja, ja, Goeie zaak. Had je dat vanaf het begin al? Had jij, toen jij voor het eerst de sportschool in kwam, dat mensen al zeiden: die jongen snapt iets aan het vechten. Of had je eigenlijk helemaal geen talent? Sorry, wat bedoel je? Had je zeg maar, want je begint, op gegeven, oh, je begint op een gegeven moment met boksen. Had jij in het begin al talent? Dus jij komt de in en jij gaat voor het eerst wat stoten doen? Zien mensen dan: van, hé, hey, die jongen, daar zit wel wat in? Of was je echt maar wat aan het doen? Je moet het maar eens aan mijn schoonvader, uh, Chef Weber, vragen. Die vertelde altijd: iedereen, ik kwam de eerste. Ik trainde bij Camaro Gym kickboksen. Chef, die had hier een bokschool. Maar ik wou ook twee dagen in de week boksen omdat ik boksen goed vind voor de basis van kickboksen. Dus ik ben vanaf het begin van mijn carrière altijd twee, weken, twee dagen per week gaan boksen. En ik kwam hier de allereerste training binnen. En toen is chef, nou is mijn schoonvader al twintig jaar, mm -hmm. maar toen nog niet. En ik kwam hier binnen, hij was mijn trainer. Chef, die is daarna naar huis gegaan. Die zag zijn vrouw en hij zei: Wilma, me, is niet normaal. Ik heb nou, uh, vandaag is er iemand bij mij binnengekomen. Als hij bij mij blijft trainen, die wordt wereldkampioen. Wow. Heeft hij de allereerste training gezegd? Ja. Had hij dat ook tegen jou gezegd? Nee, nee gewoon, heeft hij pas uh, jaren lang, later ja. gezegd. Merk je dat zelf dan ook? Ik heb uh, laatst een verhaal gehoord van J. Cole. Die zei bijvoorbeeld, uh, als hij geen basketbal had... voelde hij gewoon van, ja, ik kan hard trainen... en word ik misschien beter dan een gemiddeld persoon. Maar als hij tegen de toppers moet, ja, dan word ik gewoon ingemaakt. Hij zegt, met rappen heb ik juist andersom. Daar deed ik gewoon mijn best. En ik versloeg zelfs mensen die al jaren aan het rappen waren. Merk je dat dan zelf ook? Kijk, iemand anders kan het zeggen over jou, maar ja. voelde jij dat zelf ook? Ja, ik merkte dat ik uh, overal waar ging trainen. En uh, jongens tegen, van mijn eigen gewicht tegen kreeg dat die uh, allemaal neergingen. Ja. En ik ben er nooit neergegaan. Afkloppen. <laughs> ja. Belangrijk. Op de sportschool. Er sportschool. zijn er heel veel tegen mij neergaan. En ik kreeg altijd mee van Ramon Dekker. Hij zei: Niki, je hebt niet goed getraind. Ik zeg hoezo niet? Hij zegt. Je hebt niemand neergeslagen vandaag. En dat was mijn trainer. Hè. Je moet gewoon iedereen neerpompen. Je moet overal. Moeten ze zo van jou doen als je er tegen moet sparren. Je moet je kracht laten voelen, je moet gewoon neerpompen. Dat is allemaal bang van je horen. Als je dat hier doet, doe je het in de wedstrijd ook. En dat is me altijd bijgebleven. Mm -hmm. ja. Is dat op een gegeven moment, uh, dat, want dat vraag ik me altijd af. Als je dan voor wedstrijden gaat trainen. Want dan heb je op een gegeven moment, hè, je krijgt een stuk meer per wedstrijd. Als je dan continu hard gaat sparren en een twee weken voor de wedstrijd krijg je per ongeluk zelf een goede pomp. Mm -hmm. Kan dat best wel invloed hebben volgens mij op de wedstrijd. Tuurlijk, zeker. Hoe dat is een verandert dat? In je ego, hè? Ja, ja. zeker. Want hoe verandert dat dan? Want in het begin, natuurlijk, daar hangt eigenlijk niks van af. Jij bent gewoon in de gym aan het knallen, ja. hart hard tegen hard Op een gegeven moment gaan de dingen vanaf hangen Gaat dat nog iets in je hoofd doen? Nee, eigenlijk niet. Want ik wou gewoon. Uh, ik zat uh, als ik naar Breda ging, dat was een uur rijden, dan zat ik in de auto al heel de tijd te denken van. Je uh, hebt me vorige week een keer geraakt, die gaat vandaag neer. En dan ging ik er echt alles aan doen om die neer te halen. Juist. Ja, ja. ja, Rocky op muziek ook. Ja, maar, alle, maar op alle, nou daar veel wel mee, maar, maar ik bedoel wel die instellingen heb ik wel altijd gehad zeg maar, killer, ja. uh, killer instinct. Ja. Ja. Maar op alle sportscholen waar ik gekomen uh, is, omdat jullie dan zeggen van uh, zeiden ze wel eens iets over jou, dat ze iets in jou zagen. Maar ik trainde bijvoorbeeld bij Camaro Gym en die zei die trainer toen die tijd in een volle sportschool, er is er maar eentje hier in deze sportschool wie, uh, wie uh, in Japan gaat vechten, want dat was mijn droom om naar Japan te gaan. En daar is Niki En toen vroegen jongens, ja waarom dan en wij dan? Hij zegt Nicky doet zijn huiswerk. Niki die neemt papieren mee, daar heeft hij vijf, zes combinaties op staan. Die plakt die hier op de raam met tape. En die gaat hij, onder het sparren gaat hij die tegen jullie uitoefenen. Hij zegt die is er thuis ook mee bezig. Waar mee be en dat was ook hè. Mm -hmm. Ik ging bijvoorbeeld uh, uh, zaterdag en zondag, uh, smiddags of s avonds ging ik de avond uh, banden zitten kijken. Uh, allemaal van kickboksen en MMA en boksen. Ik had allemaal, ik kocht, kocht, elke maand kocht ik uh, een paar videobanden bij uh, Nico Sport in Eindhoven. En die ging ik dan altijd kijken. Dat is een soort studeren. Hè? En dat deed ik automatisch omdat ik er leuk van om te doen. Maar dan zag ik bijvoorbeeld Ernesto de Hoog, die had mooie combinaties. Peter Aas had mooie combinaties. Ramon Dekker had mooie combinaties. En wat ik dan mooi vond en waar hun, hun sterke kracht aan werkte, schreef ik dan op... En dan nam mm -hmm. ik allemaal mee naar de sportschool. En dan keek ik in de Russen. Oh, links, rechts, links, levens, wat rechts, links, hoek, rechts, loking. En dan ging ik daar heel de sparring. In die drie minuten ging ik daar tegen hun oefenen. En dat werkte. Dus ik heb van alle toppers en legendes van, van, van vechten. Heb ik dingen eruit gepakt. Die heb ik in mijn eigen. In mijn eigen, hoe zeg je dat? Arsenaal toegevoegd. Juist. In mijn arsenaal. eigen, bij mijn eigen wapen toegevoegd. Juist. Is dat ja. iemand? Heeft dat. Iemand jou als tip gegeven? Nooit. Nee, gewoon dat ging echt uit alles, jezelf. Ja, uit mezelf, ja. Ja, voelde dat ongemakkelijk in het begin, omdat andere mensen het niet doen? Ja, zeg nou, dus, ja, ik had fucking scheid aan iedereen. Ik kwam over ja. ja. Ik had een doelmat, en uh, die doel was uh, de wereld veroveren. Ja. Ja. Was, in was in het Mijsburg. ook ooit dat je, dat je voor het geld wou knallen, of was het echt gewoon van ik wil gewoon de grootste zijn in het vechten? Ik heb één keer voor het uh, geld geknald, en toen ging ik knock out. Dus we hebben meteen of... gezegd, ik moet niet meer voor het geld vechten. Ja. Mm. En dat was echt een, een, een domme, een domme, een, hoe zeg je dat? Mel van die kwam met een, uh, met een aanbod om tegen iemand te vechten. En uh, op het moment dat hij ons belde, had ik een zware slijmbeursontsteking. In mijn, uh, we stonden op de camping, ik was weer een mountainbiken ik had een, een, een kras opgelopen tegen een tak aan in het bossen onder het mountainbiken. Dus ik bloeide. Maar ik ben gewoon 20, 30 kilometer door gaan mountainbiken. En toen kwam ik thuis en in één keer zeggen, mijn vrouw was zo kniedik, Die was zo dik. Dus ik ging naar het ziekenhuis. Uh, oh ja, je hebt een slijmbeuselsteking. Antibiotica gekregen. Nou, we terug naar de camping. Uh, gewoon daar zitten. En in één keer ging ik s'avonds douchen. Een dag later. En toen was in één keer ook mijn kuit zo dik. Dus ik loop terug naar, de, naar mijn schoonmoeder. Die stond ook bij ons op de camping. Ik zeg, Wilma, uh, iets is niet goed. Ik zeg, ik heb antibiotica in mijn kuiten. Ja, jij moet echt naar het ziekenhuis, zei ze, want het is niet goed. Dus ik kom bij het ziekenhuis aan en ze zagen mij. En het eerste wat ze zeiden... Uh, levensbedreigend, levensbedreigend, uh, ja, ik had iets van een bacterie infectie en als die naar je hart sloeg kon je doodgaan of zo. weet ik veel. Dat heb ik dat laatst ook, ook gehad, dan zie je zo'n lijn ook voor door je aderen heen trekken toch? Ik kreeg ja, meteen nou, een uh, infuus ja. en uh, ja. dan gingen ze allemaal uh, buisjes uh, vocht uit die knie halen ja. nou, en vier weken later moest ik uh, tegen die jongen vechten. Niet ideaal. Nee. En wat had ik gedaan? Ik kreeg een bedrag dat had ik nog nooit gekregen, ik kreeg zeg maar 10.000 euro meer als wat ik ooit gehad had. En ik en dus ik zei, uh, was ook stom van mij en van mijn team. Het team had toen ook moeten zeggen: nee, maar ja, we waren te hebberig. Mm. En dat is gewoon de karma die je dan krijgt. En dat is net goed voor mijzelf, want daar heb ik heel veel van geleerd. Dat is gewoon Karma. Toch die partij aannemen. Nou, ik, ik, ik voelde het al met opkomen naar de ring toe. Niet scherp, beetje buikje. Nooit gehad, zeg maar. Dus ik, ik, ik dacht dat ik alles aan gedaan had. Maar ik ging met een jonge hardlopen lopen buiten. Waar, van mijn sportschool. Die loopde ik altijd zo. Met twee vingers liep ik hem eruit. Twee kilometer voor. En dan nou was ik twee kilometer achter. Ik kon niet bij. van mijn knie. Pijn. Dus ik was gewoon niet vet. Ja, ja. En toch die wedstrijd aangenomen. Nou, en dan uh, ga je in de eerste ronde neer. En dat is dan gewoon. Uh, ik zal meteen dat geld uh, teruggeven als ik het terug kon draaien, zeg maar. Ja. Maar ja, dat ja. kan niet meer. Dat is dan uh, de fout die je maakt in je carrière. Je leert wel van elk verlies die je hebt gemaakt. 100% van die winst leer ik helemaal niks. Weet precies gewoon wat je moet gaan veranderen of wat je verkeerd Juist. hebt gedaan. Van die winst leer ik helemaal niks. Ik leer alleen maar van mijn verliespartij. Ik heb 150 wedstrijden gevochten. Ik heb er 17 verloren, waar ik van zeker 6 of 7 vind dat ik gewonnen had. Maar ja, dat is, uh, is dan de sport. En uh, is de jury. Daar moet uh, vrede mee. Uh, heb je toch nooit geen vrede mee. Maar dan moet je dan accepteren. Uh, <laughs> je moet het accepteren. <laughs> moet het accepteren. Ja. Maar uh, van de partijen die ik verloren heb, uh, heb ik echt, echt veel geleerd. Ja, ja snap ik wel. Nou, hoe gaat het dan als je op een gegeven moment. je blijft winnen. Natuurlijk ja. Ja, af en toe verliezen, helemaal prima. Maar je gaat ook een vermogen opbouwen. Want je wint. Mm -hmm. Hoe gaat dat proces? Want in het begin kan ik wel begrijpen... Financieel vermogen bedoel je? Ja. ja, want ik ja. kan begrijpen dat het verleidelijk is... om dan ook inderdaad te zeggen... je hebt gewonnen, hey jongens, ik neem jullie allemaal mee... Ja. en we gaan ja. spenden in de club. Ja, maar ja, ik heb altijd gespend met mijn vrouw samen. Dus ik, uh, mijn vrouw is... Wij zijn echt wat dat betreft familiemensen. Bij mij zie ik ook altijd, mijn vrouw is er altijd bij... Uh, mijn vrouw is een opa, dat is mijn grootste fan, Open Tommy, die is altijd bij dat is jarenlang mijn chauffeur geweest, elke dag naar Breda, op en neer, ik lag te slapen. Hij reed elke dag, overal, overal waar ik moet vechten gaat hij altijd mee naartoe, naar elk land is hij mee geweest. Uh, dat is ook degene die tegen mij zei, uh, opa Tommy van uh, Nikki, je begint nou geld te verdienen en uh, het wordt steeds meer, je moet wel belasting op gaan geven. Mm. Dus toen ben ik naar de belasting uh, gegaan met hem. En die zei van, al uh, oh, kom over een jaar maar eens terug, want nou uh, is het nog niet relevant om al op te gaan geven. Nou, ik een jaar later terug was uh, verdriedubbeld. Net wat je zegt, je begint vermogen op te bouwen en dan ging ik belasting betalen. Dus het is, je kan wel een, uh, een prijs vinden van 100.000 euro, maar dan gaat wel uh, 52.000 euro naar de belasting. Hè? Ja. Dus het ziet er allemaal heel mooi uit, maar er gaat ook veel vanaf. Plus, ik heb slim geïnvesteerd. Ik heb twee huizen gekocht en. Uh, Snap je? Dus ik heb niet mijn geld uh, verbrast. Ja, daarom. Snap je? Ja. Dus ik, ik heb wel geprobeerd om zo te investeren dat ik er later ook nog wel aan over heb. Omdat ik ook geen pensioen heb en zo. Ja. Dus uh, ja, natuurlijk ga je wel eens feesten. Ga je naar Ibiza met je vrouw en een paar stelletjes. En dan ga je daar lekker uh, de man uithangen. Ja, dat ja. moet. Snap je? Daar ben je... Daar train je, je moet daar af en toe ook ontladen. Snap je? Daar train je ja. hard voor. Ja, ja. Dus... Uh, wat is het moment dat je gaat nadenken over dat pensioen? Want je ziet dat bij veel vechten fout gaat. Ik bedoel, Mike Tyson had uh, weet ik voor hoeveel 100 miljoen en die had gewoon alles erin een paar jaar doorheen gepompt. Ja. Op welk moment ga je daar bewust over nadenken? Dat je denkt van oké, okay, we zijn nu wel leuk geld aan het verdienen. Maar het is ook vechtsport. Je kan dit niet tot je zeventigste doen. Nee. Wanneer ga je erover nadenken en wat ga je dan doen? Je zegt net al een beetje van nou, ik koop wat huizen en dingen. Waar ga je dan op focussen? Waar ga ik op focussen? Ja, ik ga op focussen. Ik heb een contract. Ik heb het beste contract wat ik in mijn hele carrière gehad heb. Voor mij is het heel moeilijk om te zeggen, jongens, oude. Want dan, uh, van de sportschool, ja, daar kan je wel van leven. Maar dan moet je niet uh, aan de bedragen denken waar je met kickboksen krijgt. Dus uh, het is, mensen kunnen wel zeggen, ja, hij wordt ouder, hij moet ermee stoppen. Maar als ze weten wat ik uh, verdien, bijvoorbeeld per wedstrijd, en waar ik eraan overhoud... En, de mooie dingen die ik meemaak, de reizen naar Azië en hoe je daar als schop behandeld wordt. Het is ja, niet net zoals hier in Nederland. Als je bij de bakken staat, dat ze jou niet kennen. Hè. Daar loop je en iedereen, uh, hoe is het, uh, foto, uh, handtegen ja, Dat is super mooi. Snap je? Het is ook wel mooi als je hier terugkomt, heel nuchter. Maar daar is het. het je voelt je eigen toch wel specialer als je daar komt. In. En vooral in, op zo'n ar arena aankomt met 20.000 mensen. Ja, dat is gewoon. En vooral als, ook nog, als je de hoofdpartij hebt, ze komen allemaal voor je kijken. En, ja, dat wil je niet gauw opgeven, snap je? Dus het is voor mij ja. ook heel moeilijk om dat te gaan missen. Mm -hmm. ik dadelijk in één keer stop. Ja, Toch ja. een stukje heimwee. Ja, dat is super mooi om allemaal mee te maken, snap ja, je? Ja. Winst of verlies, dat is gewoon super. Hoe lang denk je dat je nog blijft vechten dan? Ja, ik heb nu nog vijf uh, partijen op contract. Als die nog eens voorbij zijn, dan ben ik uh, misschien anderhalf jaar, twee jaar verder. Nou, dan ben ik op bekant 41, dan hou ik ermee op. Ja, ja. Of ze moeten zeggen, ja, wil je nog één keer dan? Snap je? Van ja, alle laatste keer. Ja, ja, maar ik wil daar misschien ook nog wel één keer, uh, bijvoorbeeld in Ahoy of Gelderdom of zo, mijn afscheidswedstrijd vechten. Ja. Dat kan ik bij die organisatie kan ik dat niet, omdat dat in Azië is. Mm -hmm. ja. Dat ik daar mijn afscheidswedstrijd uh, vecht. En hier komt uh, een Infusion, een Glory, een wie dan ook van de grote organisaties in, in Nederland. En die zeggen van, hé, hey, Niki, uh, de fans staan te springen, ze dus willen je nog een afscheidswedstrijd zien vechten. Ja. Kunnen we een deal maken voor één partij? Kijk, misschien kan ik daar dan nog wel... Uh... En wat zou dan echt... Hè? Je hebt die vijf wedstrijden gedaan. Je wordt uitgenodigd voor die laatste wedstrijd hier in Nederland. Duizenden mensen. Tegenover wie wil je dan staan? Dat ja, is heel moeilijk. Het liefste dan wie op dat moment wereldkampioen is. Ja, ah, kijk. Ja, toch. Ja. Ja, ja. En die eruit ja, stompen. Ja, ja. ja. En pop maken. die eruit stompen. dan op ja, je ja, hoogtepunt ja, stoppen. Het ja, ja, ja. ja. lijkt me ook lastig inderdaad om niet op je hoogtepunt te stoppen. voor je laatste partij dat je dan verliest. Ja, dus en denk, dat zie ja. je wel bij de meesten. Ja. Ja. Bij de meesten die verliezen, die verliezen ze laatst. Gewoon omdat ze toch zijn eigen even willen bewijzen om tegen hun topper te vechten. Mm -hmm. Ja, en dan, uh, ja. 41 of 21, bijvoorbeeld, daar zit wel 20 jaar verschil tussen. Ja. Die zijn er allemaal hongerig, gretig. En uh, maar daarom train ik altijd alsof ik helemaal niks heb. En dat is denk ik ook de kracht die mij altijd sterk maakt. Ik blijf ja. altijd trainen als, als iemand die net begon, zeg maar, die nog steeds die. Die, die doelen hebben mis te bereiken. Ja. Daarom stop ik ook niet twee weken met trainen. Nee, ik ga gewoon blijven erop knallen. Mm -hmm. Hoe hou je die honger dan als je, want op, dat zie je bijvoorbeeld bij Conor McGregor hij heeft gewoon meer geld. Er is gewoon meer comfort op een gegeven mm -hmm. moment. Dat is gewoon. Ja. Hoe waar haal je dan toch die honger vandaan? Wat, wat zijn de gedachten waar je dan in gaat of zo? Omdat ik het niet tegenkent dat ik van iemand verlies, dat hij dan in een keer kampioen is, dan wil ik er toch nog alles aan doen als ik een contract heb om die titel te winnen. Ja. Dat, mij, dat, dat geeft me mijn doel. Ja. Het is niet zo dat ik voor het geld vecht. Ook vecht ik voor het geld. Natuurlijk, het is heel belangrijk, want ik vecht niet voor niks. Maar ik wil wel winnen. Ja. Als ik verlies, ben ik er echt kapot van. Ja. Dus ik, ga, ik doe er alles aan om, om, om te winnen. Alles. In mijn trainingskamp, ik heb nu 10 juni een wedstrijd in Bangkok. In een Pini-stadion. Mm -hmm. En ik ben nu 10 weken mijn eigen als een Mogolle vooraan bereiden. Gewoon als een monnik aan het leven. Gezond eten, op tijd naar bed. Rusten, geen alcohol. Uh, niet op stap gaan. Niet naar feestjes gaan. Snap je? Ja. Zo min mogelijk uit eten. Mm -hmm. Dus uh, ik doe heel de week, doe ik een soort van uh, intimate fasting, vasten. Daar dus ben ik een beetje mee aan het experimenteren en dat bevalt me heel goed. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik doe wel alles voor mijn sport zeg maar. Zolang ik ja. een contact heb, wil ik er wel alles uithalen wat er uit te halen valt. Want ik heb ook een hoofd en ik wil nog uh, lang leven en gezond leven. Dus ik wil me eigenlijk ook beschermen. Dus ik ga niet voor het geld vechten en als een uh, drol uh, de ring instappen. Dat doe ik niet. Nee. Als ik verlies ga ik uh, ten onder als een gladiator en, ik ga, ja. en als ik win dan ga ik uh, winnen als een gladiator. Dus ik doe er alles aan om, uh, om 100% voor de dag te komen. Vindelijk. En soms zit er mee en soms zit er tegen de sport. En kun je ons dan meenemen in zo'n... Ik vroeg het net van oké okay, toen je begon hoe zag dat eruit, zo'n tijdschema? En nu zo'n weekschema. Je zegt ik, ga, ik doe een intimide fasting. Ja. Kun je ons meenemen van oké okay, hoe zit sport eruit? Hoe ziet een beetje het eten eruit? Je zegt in weekenden gaat het niet uit. Ja. Hoe laat ga je slapen? Weet je, zulke dingen. Kun je ons ja. daar meenemen? Jazeker. Ik uh, doe heel veel uh, personal trainings geven. Ladies only en één-op-één uh, één lessen. small group training met vier personen of uh, vier dames of wat dan ook. Uh, dat doe ik meestal in de ochtend. Dan doe ik meestal uh, drie dagen in de week in de ochtend uh, een, een krachttraining uh, van 40 minuten. Maar dan gebaseerd op explosiviteit, speciaal voor mijn wedstrijden. Dan ga ik naar huis, ga ik rusten. Ga ik uh, beginnen met eten om 12 uur. Ik doe alles voor 12 uur smorgens, die, uh, die groepstraining, die personal trainings en die ladies only. En dan ga ik om 12 uur naar huis. Dan pak ik mijn eten, pak ik mijn havermout en banaanje erbij, blauwe bessen, mijn honing. Dan probeer ik te gaan rusten. Ik ben niet zo'n ruster. Want ik, ik, uh, ik ben al niet zo'n goede slaper. Dus ik ben niet zo echt van smiddags naar bed gaan. Soms doe ik het wel als ik moe ben. Maar ik ga dan liever bijvoorbeeld even 20 minuten een zonnebankje uh, pakken thuis of zo. Mm -hmm. En dan. Uh, ja, nou mijn laatste eten is dan weer om een uur of uh, vijf, half zes. Dan ga ik naar de sportschool toe, want de sportschool is nou helemaal voor mij. Dan ga ik naar de sportschool, dan ga ik mijn recreanten trainen. Die trainen dan bijvoorbeeld van zeven uur tot acht uur. En dan doe ik van 8 uur tot 9 uur is de wedstrijd groept, kwart over 9. Nou, dan train ik zelf. En dan doe ik geen lesgeven, doe ik mijn schoonvader, neemt dan de les over. Dan train ik zelf. En dan ga ik naar huis doen, doe ik een beetje Netflix of zo met mijn vrouw. En dan uh, ga ik meestal om 11 uur, kwart over 11 ga ik naar boven. Zet ik daar nog even de televisie aan, kijk een beetje op de telefoon. En dan als ik een beetje moe begint te worden, dan ga ik slapen. Ja. Dus, uh, en wakker worden? om? Uh, wakker worden, de, ik word al heel vroeg wakker voor te pissen. <laughs> en dan, ga ik even, is, ja, en dan kom ik ja. terug, dan ga ik weer even liggen. En ik sta meestal uh, tussen acht en half negen op. Soms ook negen uur. ligt eraan mijn lessen. Als ik bijvoorbeeld pas een les heb om 10 uur, dan sta ik meestal negen uur kwart over negen op. En, uh, kijk, weet je wat het is? Ik trainde eerst vroeger trainde ik twee keer per dag. Maar nu dat je ouder wordt, moet je uh, naar je lichaam luisteren. En dan is het twee keer uh, per dag trainen, dan ga je heel snel over, tegen overtraining aan. Dus ik doe nu meestal drie dagen in de week twee keer per dag trainen. En s'morgens een rustige training, s'avonds een harde training. En dan dinsdag en donderdag is onze, onze sparringsdagen, Noemen we s'avonds sparren. Dan probeer ik heel de dag vrij te zijn, niks te doen. Gewoon te rusten, een beetje te gamen, een lekker filmpje kijken, rusten. En dan oplaaien voor s'avonds een echt een harde training. Nou, zaterdags, ochtends ga ik van uh, half tien tot een uh, uur of één, half twee, heel de tijd personal training uh, doen. Op één volgend. Dan eet ik qua en dan ga ik hier altijd uh, mijn krachttraining doen. Uh, en mijn conditietraining met de interval. En zo ziet mijn week er eigenlijk heel de week uit. Lekker. Ja. Dus ja. intensief, maar ook relaxed. Ja, en zondags, uh, zondags eet ik wat ik wil. Ja. Om mijn eigen weer een beetje te pleasen, zeg maar. En dan maandag begin ik gewoon weer hup, gezond eten. proberen tussen, tussen 12 en 6 te eten en dan niet meer te eten. Dus pak ik ongeveer 17-18 uur uh, vasten. Mm -hmm. Dat probeer ik steeds aan te houden. En ja, het gaat uh, goed allemaal. En dat sparren doe je hier ook in de gym dan. Sparren uh... doe ik hier ook. En soms ga ik naar andere sportschool om daar uh, ja. even de beest uit te hangen. Ja, want dat vraag ik me ook al van. Je hebt hier natuurlijk dan vechters lopen. Maar dat zijn eigenlijk de vechters uit jouw gym. Ja. Die zullen wij waarschijnlijk ook wedstrijden doen. Ja. Als je met hun spart, dan denk je misschien ook, ja, straks ga ik mijn eigen wedstrijdgroep uh, helemaal uh, toten los. Uh... Ja, maar dat heb ik al vaak zat gedaan hoor. <laughs> maar daardoor zijn ze nou wel allemaal supergoed goed geworden. Ja, ja, ja. Ja. Er zijn er al een paar Europees kampioenen. Uh, okay. Ook jongen van mij die vecht nou 29 april in uh, Dordrecht. En Fusion voor de wereldtitel. Hij okay. heeft in één jaar tijd die heeft hij twee Europese titels uh, binnen weten te halen. Nou is je uitgenodigd voor tegen een jongen de kampioen van Fusion te vechten voor de wereldtitel. Nou mocht hij die, die nou uh, 26 mocht hij die, die nou winnen dan uh, is weer een mijlpaal voor Team Holstje weer een wereldkampioen erbij. Ja. Mm -hmm. Zo bijzonder dat jullie. Je hebt natuurlijk, kijk, jij kunt een goede vechter zijn en hoge hoogtes bereiken, maar ik denk dat het een heel andere sport is om ook anderen te trainen en te coachen en ja. dat te doen. Maar dat lijkt je ook goed af te gaan. Ja, je hoeft niet, als je een goede vechter bent, wil niet zeggen dat je een goede trainer bent. Nee. En andersom ook natuurlijk. Nee, nee. nee. Maar ja, ik heb gelukkig, uh, ik kan het allebei. Ik, kan, uh, ik heb altijd heel goed kunnen vechten en nog steeds. En ik weet ook dat ik echt heel goed les kan geven. En dan hoor ik ook altijd van iedereen als ik les geef, dat ze komen bedanken en oh fijn en veel geleerd. Daarom heb ik het ook zo druk met personeel training geven. Want meestal, som, vaak komen mensen om. Oh, we willen graag voor een verjaardag een keer een lesje van jou. Of voor een uh, gezellig feest of wat dan ook. Of mm. gewoon een keer een personeel training, omdat het de vechter is. Maar altijd als ze één keer komen, ze komen altijd terug. Ja. En ik heb erbij, die komen één keer voor een lolletje. En, dan, en, en die komen nou twee keer per week. Ja. Snap je? Ja. Dus die blijven komen. Die, uh, ik heb erbij, er die vallen 30 kilo bij mij na van een jaar tijd. Uh, eentje die had er nou 24 kilo verloren in een jaar tijd. Zijn er zijn mensen bij die hebben zelfmoordneigingen uh, gehad. Die hebben ze geen last meer van, maar ze staan sterker in zijn schoenen. Ze komen met zelfvertrouwen uh, voor de dag. Uh, ja, er zijn mensen die worden gepest. Kinderen die worden gepest, die komen bij mij. Ik uh, wil niet zeggen dat ik een soort van dokter ben, maar ik weet wel zeker dat ik uh, hun echt hier tien keer sterker maken. Ja, een stukje fysieke weerbaarheid zo dat het sterker zeker. in je, je, je leven. die drinken. komen hier met de staart tussen de benen binnen. Als ja. een jaar bij mij trainen, hebben ze voor zelfvertrouwen. en dan te uh, laten zich niks meer zeggen. Ze kunnen meer hebben. Mm -hmm. Ja. Zelfvertrouwen is een ding, hoor. Ja, ja echt ja, Dat is interessant, hè, dat je dus tegenwoordig zie je wel veel vechtsport wordt ook best wel door een bepaalde groep mensen op afgegeven. Dat maakt je agressief, dit, dat, ja. zo, zo. Maar mij valt eigenlijk altijd op dat juist de mensen die fysiek weerbaar zijn, mm -hmm. zij die leukst. Het meeste respect hebben. Ja, want die ja. weten toch wel juist, die wil niet dat het escaleren. We, we leren juist heel veel respect. Ja. Heel ja. veel mensen komen ook hier, ouders, en die hebben er dan helemaal geen verstand van. Maar die kinderen willen er graag op. En dan komen ze al bij ons van, oh ja dadelijk worden ze in elkaar geslagen. Ik zeg, luister, kijk deze training en kijk de maand af. Als ze een maand, in één maand tijd, één keer een stoot op zijn hoofd hebben gehad, krijg je de trainingen voortaan van, van de lessen van niks van mij Niemand die krijgt hier een klap op zijn hoofd. Alleen als ze willen sparren, dan maken ze sparren. Ze moeten wel allemaal sparen, maar dan is het op het lichaam. Ze op het, of willen ze op het hoofd, dan maken ze op het hoofd. Maar dan is het nog toucheren. Het is niet volle kracht aan elkaar proberen knok slaan. Wij wedstrijdjongens, de toppers, die gaan ervoor. Die, die, die gaan hard. Maar de recreanten en de beginners, die moeten gewoon leren hoe het spelletje in elkaar zit. Ja. Kijk, je kan wel op kickboxen gaan, maar je moet ook leren incasseren. Want als je gaat, uh, als je op gitaar les gaat, dan wil je ook op een nieuw kunnen spelen. Yeah. Zo is het ook met kickboksen. Je mm moet -hmm. alles kunnen van de kickboksen, snap je? Dus dat hoort ook incasseren bij. Dus een stoot op je lichaam incasseren, hoe je weer herstelt met je ademhaling. En daar leer je niet door alleen maar uh, op het handschoentje het fijn, te stoten. Ja. En, uh, snap nee. je? Maar die ouders zijn dan altijd bang dat er iets gebeurt. En dan komen ze hier en zeggen, oh, wat fijn en wat leuk. Oh, en hij wordt niet, hij heeft veel meer respect thuis. Hij praat wat rustiger. En, dus ja, zo ja. vet. Wow. En hoe zou je dan? Er uh, komt een jongen binnen, Kevin. Ja. Hij zegt, hij is laat zeggen 18 jaar. Hij zegt: Ik heb nog nooit iets van boksen of kickboksen gedaan. Over een jaar wil ik een wedstrijd gaan doen. Ja. En dan zeg ik en tegen hem ja? dat kan. Ja. Maar we gaan eerst even een, uh, een nulmeting doen. Even kijken hoe jij in elkaar zit. Mm -hmm. Als je er talent voor hebt. Als, je, als het haalbaar is om een jaar uh, uh, klaargestoomd te worden voor een wedstrijd. Plus hoe vaak ga je trainen. Kom je maar één keer in de week, dan haal je het nog niet in vijf jaar. Maar kom je daar vier keer in de week hier bij mij trainen en zie ik dat je uh, dat je in een uh, in een, een maand tijd van hier naar hier gaat <coughs> kan het misschien nog wel in drie maanden ja oké okay. oké okay. ja. dus dat Wat denk ik variëren moet elke man in zijn leven een keertje een uh, gewoon een vechtwedstrijd gedaan hebben of het nou kickbox is boksen of uh, mma niet alle mannen zijn dat in staat nee. ja okay. dus ik kan wel zeggen elke man moet hè maar uh, er zijn ook veel mannen die uh, je er niet uitzien als een man of zijn eigen gedrag als een man, snap je? Dus ja, ja snap wat ik bedoel. Ja, en vooral ja. tegenwoordig. Uh, ja, tegenwoordig is het uh, allemaal. Uh, met die gender-neutraal <laughs> dingen allemaal. Ja, ja. Je, je hoort niks anders dus, meer. Getaard, dus uh, ja, ja. ja, ja, ja. morgen ja. was er weer iets op het nieuws dat er niet meer uh, gezegd mag worden in, in de klas door een leraar: uh, Goedemorgen, jongens en meiden. Oh, oké. Okay. Wat dan nu? Is dit in Nederland? Uh, ja, dat zo'n ding? Ook, ja, het begint nou. ja. Ja, ja, ja. Man, het begint best wel. mag, uh, je wel je mag niet meer. Ze willen dat je daar niet meer brandweerman en brandweervrouw, zegt, maar. Of politieagent, politieman en politievrouw. Het nee. moet voor zijn uh, politiekracht. Of <laughs> brandweerkracht. Ja, ja ze ja. maken zich denk ik like, druk uh, om de verkeerde dingen. Ja, het is een agenda. Ja, ja 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 wat een video gekeken toch van Tibor. Die ja dat, dat is in Amerika was dat ook ze dat was mij uh, de president die zei amen en a woman ja. wat ook totaal nergens op slaat ja het is uh... -man heeft niks te maken met man of vrouw nee, nee man dat is helemaal uit uh, bij elkaar dus uh, maar oké okay, dat is zeg maar dat maar als we zeg maar uh, terug gaan dus naar het vechten iemand kan zich binnen drie maanden gewoon klaarstomen voor een wedstrijd als die potentie heeft en de inzet Toont, dat Zeker gehoor. beter, 100%. En hoeveel invloed heeft dan de trainer daarop? Want je hebt heel natuurlijk veel. heel veel plekken waar je kan gaan starten. Ja. Wat zeg jij van luister, je moet wel iemand bij iemand gaan met een track record of hoe zit dat? Ja, ik zou wel je research doen en uh, bij iemand gaan wie echt wel verstand heeft van, uh, van de vegelwereld. Want tegenwoordig in Nederland beginnen ze overal maar een sportschool. Dan komen ze hier uh, drie maanden trainen en dan gaan ze ergens anders een sportschool beginnen. En dan ja. leren ze het eigenlijk helemaal verkeerd aan. Kijk, als je bij Jantje de Loodgieter kickboxles gaat uh, volgen, of je gaat bij Niki, de zevenvoudig wereldkampioen, kickboxles volgen. Dat maakt wel Snap een, verschil. Dan, 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 dan een toch, verschil. Ja, maar dat is met, al, dat is met alles zo. Hè. Dat is met zanglessen zo, dat is met gitaarlessen zo, dat is met pianolessen zo. Kijk, uh, hoe meer iemand er verstand van heeft, hoe meer die jou kan leren. Daarom ja. ben ik toen ook naar Ramon Dekker gegaan. Mm -hmm. ja. dus, uh, ja. Ik wist gewoon, dan zit er bij de beste uh, aller tijden. En die kan jou alles meegeven. Ja. En bij Ramon dan? Wat voor grootste verschil merkte jij toen je daar ging, verder ging? Ja, wat merkte ik daar? Het was daar groot, snap je? We hadden daar een team met honderd man, allemaal alleen maar kanonnen. En werd door de trainer werd er, zeg maar, Alistair, die moest in Alistair, Saki en, uh, en uh, RSM man die moesten in Japan vechten. Die hadden drie verschillende tegenstanders. Die hadden drie verschillende trainingen nodig. Dus Cor Hemmers nam dan een blad mee. En daar stond Carl, uh, Saki op, een blad uh, Errol Zimmerman, een blad Alistair. En dan ging hij eerst met Alistair. En dan keek hij elke keer: oh, dit moet Alistair doen voor zijn tegenstander. Dus hij had heel die tegenstander gepresenteerd Die had allemaal een verschillende schema voor allemaal. Dat was het verschil, zeg je? Dat ja. zag ik hier niet bij deze sportschool waar ik hier zat. Dat was maar een, voor mij dan een kleuterschool. Dat, dat was, was goed tot de BA-klasse, maar dan hield het voor mij daar ook op. Ja, het was eigenlijk jouw obsessie die jij al had met die papiertjes die je ophing. Had nu iemand anders ook zeg maar voor jou? Ja, ja maar die had het dan echt op een profession, op een wereldniveau uh, bestudeerde die uh, onze tegenstanders en daar, uh, daar schreef hij op. En dan, dat waren drie, vier combinaties die wij moesten doen en wie wij erin gesleten moesten krijgen. om dadelijk in de wedstrijd ja. uit te voeren. Ja, dat werkte gewoon perfect. Juist. Dus cool. dat was wel een verschil, snap je? Dat, het was echt. Ja, als je bij, ergens bij een amateur was, als je hier bij Helmond Sport gaat voetballen, of je gaat bij Ajax voetballen, levelverschil daar voel je. Ja. ja en dat gelijk, had ik toen ook. Gelijk. Daarom ben ik daar ook heen gaan. En ik ging daar eerst heen voor te sparren. Dat ik hier in Helmond niet meer echt iets had om te sparren. Je bent daar ook zeg maar, vanuit jezelf naartoe gegaan? Ja, vanuit mezelf. Ja, ja. ja want ik, ze zeiden ook allemaal tegen mij uh, mijn familie en zo. Niki, jij groeit boven de sportschool uit. Je hebt geen sparring, jongens. Ja, je blijft zo hangen. Mm -hmm. Ze willen allemaal niet tegen je. Je bent te sterk voor hen. En uh, Goed voor hun, je, je moet ergens anders heen. Je moet betere jongens tegenrijden, dan worden zelf ook beter van. Ja, en ik keek heel erg veel naar ram zeg man, maar. Ik denk ja, ik ik daar wel eens een keer aan trainen. Opgebeld ja, dan mogen we daar komen trainen. En meteen vanaf dag één had hij al meteen iets zo van uh, oh, je moet bij mij komen, je moet bij mij komen. Ja, ja. Twee maanden of drie maanden later train ik bij hem. Ja, dus wel mooi dat die mensen dat dan ook. Dat je dat over wist te brengen. Ja. Dus dat mensen ook zagen, maar ja. van hé, hey, die jongen heeft gekeken ja, en die wilde voor gaan. Ik was wel een kanon, want ik kwam binnen en uh, ik was wel echt meteen. Dat, uh, ik had niet schrik, ik had nooit geen schrik of zo. Ik wou meteen iedereen eruit stompen daar. En dan merkte ja. hij gewoon. En hij, ik, hij had toen, toen vroeger had je die boeken de Ringsports. Ja. Dat waren de bekendste vechtsportboeken uh, magazine, zeg maar, van uh, Nederland. Die kwam elke twee maanden kwam die uit, of drie maanden, weet ik niet meer. En uh, ik had een paar keer bij Ramon getraind en toen kwam er een nieuwe editie uit. En en ik zit zo te lezen, een column van Ramon Dekker. En toen dus schreef hij: keivel over mij, weet je wel. Ja, en ik heb een talent binnengekregen uit Helmond en uh, Niki is zijn naam. Ze kennen hem nog niet, maar wacht maar eens over twee jaar. De deel wordt een grote. Dan dacht ik dacht van: wat the fuck? Mijn <laughs> held, wie zo over mijn uh, aan het praten is. Ja. Dan word je nog beter. ga ja, ja, je ja, nog harder? Ja. Dan ga je er nog meer uitstompen. Ja, en ja, proberen ja. in ieder geval. En uh, Ja, zodoende. Mooie dingen. Hoe was dat, dat moment dat je, dat je dat doel dat je al jaren had, om wereldkampioen te worden, ja. dat je dat had gerealiseerd? Ja, dat was heel mooi. Dat was de eerste keer toen ik uh, in 2013, 20 december, in uh, Tokio. Rico Vuvu vocht daar, uh, Remo Biaske vocht daar, zijn afscheidswedstrijd. Peter Aas vocht daar, heel de wereldtop vocht daar. Maar ik had de hoofdpartij, de wereldtitel, nee. tegen Valtellini. Ja. En die sloeg ik knock in de laatste twee seconden van de wedstrijd. Ik heb het zitten kijken, ja. En dat was echt het moment voor mij. Dan dus zie je mij zo in de ring staan en kijk ik zo naar boven en dan denk ik van, vuilnisman Alles gaat in één keer door ja, je heen, weet ja, je wel. Ja. En dan denk je in één keer van, yes, ik heb Vo het gemaakt. Was het voldoening? Ja, echt super. En toen weet je ook in één keer, nou ga je geld verdienen, nou komen er betere contracten. En ik ging in één keer uh, verdriedubbelen bijvoorbeeld met mijn contract, snap je, wat ik eerst nee. al kreeg. Toen kwamen de winbonussen bij, KO-bonussen en... Uh, dat gaat hard. Ja, zeker. En toen kreeg ik een zo in één keer op televisie. Ja, alles ja. ook in één keer interesse. ging mijn level uh, van populariteit in één keer helemaal omhoog. Ja. En uh, toen werd ik wel, keek, door het kickboxwerk, niet overal herkend. Maar toen wel in één keer. Ik ja. ging naar een festival, mm. Seven Sunday. Ik ben, ik, op den duur had ik een, uh, een neef van, uh, van mij bij. Een grote gastenstad, die hield iedereen tegen. Ja. Ik had iets van 1500 foto's gemaakt. Ja, joh. Dat ja. is niet eens leuk meer nee. om te gaan. Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Ja, 1500 ja. foto's had ik gemaakt, dat weet ik zeker. En toen zei ik: van, hey, pff, ik, Klaar mee. Ik, ik, ik vond het ook helemaal niet leuk, snap je? Ja, dat is leuk als ik ergens sta van, oh, je hebt toch die kickbox, ja, ja. mag ik een foto maken? Nee, doe maar één keer per dag of zo, dat is wel goed. Maar als je het vertalen, uh, uh, heel de dag door, en nice. ik stond toen op de camping, had ik een met vrienden en familie stond ik uh, altijd in een laantje, allemaal bij elkaar, drie maanden. Heel zomerseizoen stonden wij hier op de camping, nee. bij Peter Gillis. Ja ja. Oh, ja, ja, ja. Ik ja, was, was Peter Gillis nog niet bekend. Nee. En uh, toen had ik mijn relives op uh, en die werd ook veel dagen gefilmd en noem maar op. Maar bij mij stonden er gewoon voortaan aan de kerf en van hier tot de wc stonden we de rijden met de ouders en kinderen. Wie, en dan zat ik daar te barbecuen. Ja, ja. Natuurlijk ja, gewoon graag. te kijken. En, uh, en dan liepen ze elke dag en, en dat vond ik echt niet fijn. Uh, nee, ik hou er helemaal niet van. Ik ben liever down to earth en slaap me maar lekker mijn rust. Maar je eerst Saturday, uh, had de eerste op zaterdag die, had hij een seizoen op RTL, RTL 5, 5 en daarna op Spike toch? En daarna op Spike, ja. Toch wel een tweede seizoen gedaan dus. Ja, ik heb bij Spike twee seizoenen nog gedaan. Oh, twee seizoenen ja. zelfs, ja. Alleen uh, bij Spike uh, werd het natuurlijk niet zoveel bekeken als bij RTL 5. Alleen bij RTL 5, uh, ik, ik, ik heb het echt voor de sport gedaan, het ook sporten uh, op levelen. Ja. er toen heel veel negativiteit in de sport was schietpartijen en vechtpartijen in de arena, en die weten wat ik bedoel. Mm -hmm. Dus uh, het, uh, wij als kickboxers werden allemaal een beetje raar op aangekeken als we een kickboxer waren. Nou, en ik wou laten zien dat je gewoon een jongen die uh, uh, getrouwd is, kinderen heeft, keihard kei werk voor zijn, uh, voor zijn boterham te verdienen, op een eerlijke manier sporten, door het kickboksen. Nou, dat wou ik gewoon laten zien. En dat is heel goed gelukt. Want uh, no, no, de kijk, zeven jaar geleden nog steeds vragen mensen mij wanneer weer een uh, real life show Dus toen had ik er geen zin meer in, omdat, uh, maar nou zou ik het wel weer willen. Nou lijkt ja. het me wel weer leuk en dan uh, weer uh, einde van de carrière, begin van de sportschool met mijn zoontje. dus ja. uh, nou nou lijkt het me wel weer leuk om weer uh, zo een real life show te uh, doen. paar mooie verhaallijnen weer die ja. je uh, kan ja. oppikken. ja man, je bent ook, uh, je hebt ook volgens mij, is het, ik weet niet of het nou een nutrition lijn is echt. Of, ja. of meer een webshop waar je Nutrition op verkoopt. Ja, allebei, het is een nutritionlijn met een webshop. Maar uh, ja, er zitten zoveel uh, grote jongens in, uh, in die wereld dat het heel ja. moeilijk is om daar groot in te worden. En uh, ja, als, ik, als ik er altijd mee door zou blijven. Gaan, kan ik nog niet zeggen. Nee. Zou het wel willen. Ik had gehoopt dat het veel beter ging lopen. Maar. Ja, ik ben ook niet zo'n jongen uh, als de andere groot wie ze een hele dag loopt te filmen. Uh, en uh, daar moet je ook een persoon voor zijn, daar ben ik niet. Ja, mm. en uh, ja, dus het is een heel mooi concept. We hebben alles. Ja. Wordt elke dag besteld. Uh, alleen, uh, ja. ja, je filmt jezelf je dan niet. niet. Leven. Hm? Je filmt jezelf dan niet, maar. <coughs> Wat voor andere promotie doe je dan wel? Bijvoorbeeld qua marketing. Het, uh, doe je wel bijvoorbeeld iets qua reclames of advertenties? Ik of... doe heel veel uh, uh, werken met uh, kledingmerken samen. Een mm -hmm. ja. uh, Merlions, een Frankisch ja. Men's Mensor een Breda. Ja. Die twee, daar werk ik heel veel mee samen. Ik heb uh, Lions beloofd dat ik niet met andere sportmerken of uh, merken wie op jullie lijken samenwerk. Maar ik werk wel met Frankies Men's uh, samen, want dat is meer een... Uh, een, uh, zeg je dat? Classy, uh, classy, classy line, line meer Italiaanse ja. uh, stijl, zeg maar. Ja. Daar heb ik toen ook met meer lines over gehad. En uh, ja, dat werkt perfect. Kijk. Dus daar haal ja. ik ook weer mijn, uh, mijn, uh, ja, mijn, mijn, hoe zeg je dat, mijn kost uit. Juist. Ja. Hoe, hoe komt zoiets tot stand? Want wij hebben Thijs natuurlijk ook gesproken. App en mijzelf. Ja. 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 Ik ken Thijs al vanaf, uh, had hij nog een andere bedrijf? Uh, met die armbandjes, met die armbandjes Ja, Armbandjes, ja. En wij hadden in ja. een winkel. En uh, toen kwam hij uh, met zijn bij ons in de winkel. Al te verko verkocht hij al die armbandjes. Uh, milestone heette dat volgens mij toen. Ja, sweet, ja, ja. ja, klopt. Ja. En daar had hij toen uh, die armbandjes en die verkocht hij toen al bij ons in de winkel. En uh, vanaf die tijd werk ik al samen met uh, Thijs. Oké, okay, kijk. Ja. Want hoe lang is dat geleden? Poh, dat is al uh, vanaf 2004, 2015, 2014, 2015. Oh, dat is echt lang, ja. Ja, want, uh, ja. Ja, ja. ja, mooi. En in 2021 hebben jullie dan voor het eerst samen ook een collectie gedaan. Ja hoe gaat zoiets? Uh, want ik kijk, ik kan me voorstellen, ikzelf, ik heb beter helemaal niks van mode. ik ja. uh, zie een beetje online wat dingen zijn, dan trek ik dat aan, dan denk ik, ja, dit, dit is wel top. Ja. Was jij zelf van de mode of hoe uh, gaat zoiets uh, is werk? ja, was ik zelf van de mode? ik hou natuurlijk, ik ben wel ijdel en ik hou wel van mooie kleren. alleen, uh, ik heb al jaren geen kleren meer gekocht. Nee. ik koop nooit geen kleren. ik heb alle van Merlines en van Frankies. En Daar ben ik tevreden mee. Mijn zoontje zegt wel eens: ah, Je moet ook eens een keer uh, iets anders gaan. Ik zeg: Ik ben gek. Ik zeg: Als ik met jullie samenwerk en ik ben altijd mooi gekleed, waarom zou ik het dan kopen? Ja. Mm -hmm. ben ik toch een dief van mijn eigen port mee ik ge geef het Liever aan mijn kinderen, ja. Ja. snap je? Dus ja. Uh, ja, en ik heb ik, ik ben altijd mooi gekleed als het nou van uh, Frankies Mens door is in het weekend of door de week van meer Lions. Ja. kijk. En toen heb ik trainingspakken gemaakt met meer Lions, nou, die, die zijn ook weer super veel verkocht. Ja, dus uh, ja, die hard mooie dingen. Mooi man. Is zo'n samenwerking dan... Want wij hebben natuurlijk die podcast. Daar doen we ook samenwerkingen met partijen en dat soort dingen. Wat maakt dat je bijvoorbeeld met Mail Lions dan zo lang een goede samenwerking hebt? Ja, misschien ook een beetje een factor van allebei de kanten. Ja. ja, ja, ja. ja. Mooi man. En uh, als nee. iets goed is, uh, waarom zou je het veranderen? Eens. Ja. Kijk, of er, of er moet een ander merk komen wie zegt tegen mij... Ja, je krijgt een betaalde samenwerking en je krijgt uh, een miljoen per jaar. Ja. Ja, ja. Dan is het anders, snap je wat ik bedoel? Ja. Maar zo op deze manier, zoals het nou gaat, gaat hij gewoon super. Ja. Ik, uh, ik krijg zo vaak uh, spullen van meer lines binnengestuurd. Dan wist ik nog niet eens dat er iets op, op me afkwam. Dan vind ik gewoon: er staat weer in één keer een doos uh, binnen, maakt de dooi Helemaal vol mijn meer lines, petjes, slippers, broeken, ja. truien, trainingspakken. Ja. Voor mij is hij gewoon super. Ja. Dus uh, af en toe pak ik kleren uit de, uit de kast en hang het kaartje er nog aan. Ja, ja, mm. ja, ja, ja. dat is leuk hè? vrouw zei ik ook van, uh, pff, dat is niet normaal man, uh, je lijkt wel een wijf met al jouw kleren. <laughs> ja, maar dan moet je het gewoon dragen? Dus gewoon dragen? Je hebt geen verplichtingen verder erachter? Ik heb helemaal geen verplichtingen, maar ik doe wel uit mijn eigen altijd even een post maken voor jullie als ik het aan heb. Uh, soms vergeet ik het ook wel eens uh, een week of twee weken, maar uh, ja, dat is boxersyndroom, die vergeten nogal ja. veel. <laughs> ja, 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 ja. Nee, maar meestal als ik het krijg, als ik het uitpak, maak ik een mooi filmpje of een foto en... Uh, ja, nee, dat doe ik altijd. Ja. Netjes, ja. 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 We gingen volgens mij ook in samenwerking met Mail Lines nog een uh, giveaway doen bij deze uh, aflevering. Ja. We zouden een 1 uh, op 1 sessie met jou volgens mij training doen. Ja, een korte training met mij, een uh, personeel training 1 op 1. En uh, ja. mooi setje kleren uh, naar keuze van Mail Lines. Kijk, mooi. Wat we daarvoor gingen doen, volgens mij iedereen die bestelt met de code LOTGENOTEN10... Ja. staat hier ergens ook nog onder i.d. komen we allemaal in de raffle, zeg maar. En dan gaan we daar iemand uit kiezen. Yes. Dus daarvoor sowieso heel erg bedankt. Ik ja. uh, ga zelf, denk ik, ook wat doen. Kijken of ik zelf nog een training uh, ja. uh, erbij kan uh, winnen. Ja. Want ik kan het goed gebruiken. Ja, ik zeg wel. Als je één keer bij mij komt trainen, kom je vaker. Ja, ja dan word je uh, niet meer weg. Uh, weg hè? Ja, ja. Dan, het ja, dan moeten ja. we dat ritje vaker gaan maken. Ja. Heb je ja. eigenlijk ook nog zoiets dat je bijvoorbeeld. Want je hebt nu natuurlijk deze gym. Ja. Jouw naam zit daar, of eigenlijk de familienaam zit daar aan. Dat, ja. dat draait goed. Dat je zegt, van nou dat wil ik ook nog in een andere stad neer gaan zetten en, en gaan dupliceren. Zelfs in andere landen, daar hebben ze me al een paar keer gevraagd als, uh, als ze daar uh, het concept Team Hoskus uh, maken gebruiken. Ja. En zeg je van dat wil ik wel doen of, of voelt dat gek? Ja, het voelt niet gek. vind ik wel, het zal wel vet vinden om uh, over heel de wereld uh, verschillende sportscholen te hebben. Ja. Ze hebben al een keer uh, in uh, Australië gevraagd. In Amerika hebben ze het al een keer gevraagd. In ja. Polen. Ja. En, uh, en, uh, even kijken, wat was ik laatst. Uh, in Boekarest. Daar hebben ze het ook gevraagd. Kijk dus het zou wel gaaf zijn als je één soort van team hols of verschillende dingen. Maar ik vind, ik ben daar overal geweest. Ik heb die trainer zelf ook les zien geven. En dat is niet mijn kwaliteit. Nee. Vind ik zelf. En ik sta wel voor kwaliteit. En ik kan niet op al die plaatsen tegelijk zijn. Nee. Mm -hmm. Dus als ik dadelijk, uh, waarvan die freakendelle die vecht daar in het buitenland op uh, YouTube naam. met overal met team op zijn rug. En dat niet mee, dat niet mijn stijl is. Kijk, dan komen er weer voor mij een heel veel verplichtingen aan. Want dan wil ik dat uh, zulke mensen bij mijn uh, stages komen lopen, die trainers. En, ja, dat, ja. Er komt veel bij kijken. Ja, er komt heel veel bij kijken. Heel veel hoofdpijn. Kijk, je ja. kan het voor het geld doen. En uh, iedereen, uh, jouw man ligt staat te betalen om jouw naam te maken gebruiken. Ja. Maar wordt de kwaliteit daarvan beter? De, ja. Dat weet ik niet. En ook, hoeveel gaan ze dan betalen als de kwaliteit al niet daar is? Dat bedoel ik. Zijn er vechters die dat succesvol gedaan hebben, die zeg maar met hun naam echt uh, allemaal gyms uh, overal neergezet hebben? Nou, mij... Want je hoort vaak nee. inderdaad wel één gym waar zij dan ja. zelf bijvoorbeeld trainden en dat ja. dat dan succesvol. Maar. Nee, je had vroeger wel Golden Glory uh, Rusland, Golden Glory Amerika. Dat ja. had je wel dan. Ja. Alleen daar zag je het ook al. Daar zag je ook al dat er uh, heel veel van die freakendellen op andere locaties uh, trainden. Ja. ja. En daar wil ja. ik mijn eigen een beetje, daar wil ik mijn naam een beetje voor beschermen. ja, ja. ja. snap ik. Kijk, in Nederland zou het wel kunnen. In Nederland zal er wel meer teamhonsjes kunnen komen, bijvoorbeeld teamhonsje Amsterdam. Kijk, en die zijn binnen twee uurtjes hier en die kunnen met mijn uh, één keer in de maand uh, stage lopen. En dan kan ik zeggen: ik wil dat die look zo gegeven wordt en die dekking zo gehouden wordt. Ik wil dat een hoek zo gegeven wordt. Ik wil: dit is mijn stijl, deze combinatie moet je veel op hameren. Deze, ik ben een countervechter, deze counters moet je heel veel werken. Kijk, en als ik, ik weet zeker, dat concept kan wel heel goed lopen, want dan krijg je toch de Nicky Holtzke in die sportscholen. Snap je? Ja. 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 Heb je dan ook dat als jij komen hier bepaalde vechters en je ziet gewoon dat het niet echt jouw stijl is, maar ze hebben wel veel potentie. Ja, nu, maar dan dat dan duurt drie, dus, vier jaar voordat ze mijn stijl helemaal onder de knie hebben. Ja, en ja. daar heb ik vaak zat uh, al gehad. Ja. Ja. Dus, dat, dus ze kunnen zich daar wel zeker, van aan aanpassen. Zeker. Ligt ook aan hun. Hè. We, 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 meestal als ze bij mij komen trainen, willen ze toch al alles doen om met mij te komen trainen. Bijvoorbeeld beginnende profs of uh, hè, die, hier, die komen hier niet voor niks trainen. Die komen hier trainen omdat ik of hier zelf meetrain of zelf lesgeef. Snap je? En dan komen ze hier en dan leren ze kleine dingetjes. En dan zeggen ze allemaal, oh, dankjewel, dank je Daar heb ik al. Dat, dat, dat ze daar maar ook van uit het buitenland hè. daar Hebben ze dan veel respect voor. Kijk, en als ze dan een paar maanden hier trainen, dan zie je die dingen onder een spar. Als ik aan het kijken ben, zie je die dingen waar ik wil zien, zie ik al terugkomen. Kijk, en dan, en dan zeg ik ook altijd: het duurt ongeveer drie tot vier jaar. Als je mijn stijl helemaal onder de knie wil hebben. Ja. Egoïstische vragen. Wat is in uh, Utrecht omgeving een goede gym om te trainen? Ik denk SB-gym. SB, SB. oké. Okay. Ja. Goeie. Ga ik dat. Uh, want ja. ik heb wel eens bij andere gyms getraind. boksen meer. Maar je hebt, dat merk ik ook best wel wat van die huistuin- en keukenbox-gyms. Ja. Weet je wel, dan ga je een beetje op de zak rachen. Ja. Ja, je gaat een beetje standaard combinaties doen, maar je leert geen techniek, je leert, ja, je leert ja. niet echt de sport begrijpen. Ja, ja, ja. Want dat vind ik dus doen, heel man. belangrijk. En ja. ik heb het in januari, heb ik heel de sportschool overgenomen, is dus het helemaal van mij geworden. Eerst was het van chef en mij, en dan ja. heb ik het helemaal overgenomen. En uh, vroeger, zeg maar, zeg maar afgelopen december, was het nog een, een systeem van uh, uh, half acht tot negen trainen, keer trainen en uh, iedereen weer naar huis. Maar dan trainde bijvoorbeeld uh, jij beginwedstrijden, die trainen daar en ik trainde daar. Ja. Dus jij kreeg eigenlijk de training die ik krijg. Die jij helemaal niet nodig hebt, maar je snapt er geen ballen van. van die training nee. het is best moeilijk. Nee, Snap je? Dus lukken. ik heb meteen gezegd, ik ga het helemaal anders aanpakken. Ik ga de trainingen iets korter maken, maar effectiever. Um, bijvoorbeeld uh, van half zeven tot half acht train ik, train ik zelf de recreanten. Dat, dat kennen. Uh, ...wedstrijdvechters op den duur uitkomen. Er zitten ook maar jonge gasten bij... ...wie nou wel steeds beter worden. Dus die kunnen daar misschien dan naar die andere groep. Dat is een uurtje later. Dat is mijn groep. Waar ik zelf in train. Dat zijn alleen maar wedstrijdjongens. Maar die wedstrijdjongens die hebben andere training nodig... ...als die recreanten. De recreanten moeten de basis leren. Die moeten leren hoe ze moeten trappen. Net waar je net zelf zegt, Hoe ze moeten stoten. Dus die kunnen niet meteen mee met onze groep. En dat heb ik uit elkaar gehaald. En dan zie je wel dat... Het, het, het level meteen beter maakt en ook de sparringskwaliteit wordt steeds beter, nou steeds beter, want we hebben een, een iets kleinere groep. Kijk, als er uh, 80 man op de mat staan of staan er 40 op de mat, dat is voor de trainer beter om 40 man die aan het sparen zijn in de gaten te houden dan 80 man, wat de helft niks van kent. Ja. <coughs> dus uh, ja. ja, daar heb ik veranderd en dan zie ik nou wel dat er uh, potentie opleeft. Hoe doe je dat met uh, dat weet ik nog bij die bokschool bij ons? Dat was alles door elkaar. Dus ook sommige wedstrijdvechters deden inderdaad ook mee, maar ook vrouwen. Dus ik ja. heb wel eens gehad, was ik aan het sparren met de maat van mij. Nou, het was een grote gast, dus loop je hard te beuken. En dan moesten we gelijk door switchen. Dus zat ik met een vrouw. Ja. Toen heb ik haar toch een oplawaai gegeven. Dat ze huilend in de hoek zat. Toen dacht ja. ik ook, van, ja, dat is niet handig. Maar ik dacht ook wel, van ja, ik zat soort van in die strijdmodus. Van, ja. Ja, ik moet tegen een zware gast vechten. Ja. Ik sta, draai me om, en ik moet tegen iemand die 30 kilo lichter is, bij wijze van ja. spreken. Doen jullie dat hier ook of maken jullie daar onderscheid in? Dat doen we hier wel, maar iedereen die geen wedstrijden vecht, die moet wel sparren. Als ze niet op het hoofd willen, hoeven het niet. Ja. Willen ze wel op het hoofd. En ze zijn. Onder de 18 wil ik dat ze een helm dragen. Ja. Daarna, ja, eigen keuze. Want ik heb ook een hekel aan een helm dragen. Want ik word met een helm veel meer geraakt. als zonder helm. Je ziet geen moer. Je ziet geen moer. En ze zijn zo'n dik stof tussen. Dus ja. ze zijn eerder bij je hoofd. dan dat is dit stukje nog extra moeten. En ja. dan kan je iets meer. Maar wij zeggen altijd. Uh, er mag niet op uh, knock-out getraind worden op de mat. Die jongens die in de ring trainen. dat zijn A-klassen. Die moeten net als een wedstrijd nabootsen. Maar die, uh, die op de mat trainen. die moeten toucheren. Ja. Maar op het lichaam mag je wel wat doorgaan, maar uh, ben jij 100 kilo en de andere 70 kilo ga je, je eigen inhouden? Ga je op snelheid werken, ja? Dus uh, dan moet wel. Het moet wel. Ik heb het liefst dat niemand met blessures weggaat of met klachten. Ja, dat wil ik. Ja. En hey, ik heb nog een laatste vraag. Want Ik zie dat we qua tijd ook alweer. Je moet straks weer verder, want je hebt natuurlijk een belangrijke partijen eraan zitten komen. Ja. Je bent nu 39, ja? Over iets meer dan 10 jaar ben je 50, niet normale. Ja, nou, ik Gaat moet snel, zeggen, je ziet er hè? nog jong ja, ja. uit uh, voor 39. Ik hoop dat ik er tegen die tijd ook nog zo fris uitzien. Dus, uh, nou, over tien dat, uh, jaartjes misschien dan... Uh, grijze haren, dat kan zomaar, hè? Ja, die beginnen het ook al te komen, hoor. Ja, langzaam. Toch door. aan de, ja, de, de zijkant. Ja, 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 ja. Ja. ja, Wat hoop je te doen over tien jaar? Waar hoop je mee bezig te zijn? Ja, waar hoop ik mee bezig te zijn? Ik hoop sowieso echt bezig te zijn met waar ik altijd meegemaakt heb... dat trainers met mij in de wereld over reizen. Dat, dat is echt mijn doel ook, om dadelijk twee of drie of vier goede vechters te hebben, waar ik mee bij Glory zit, bij One Championship, waar ik mee over heel de wereld reis, zeg maar, om jullie om, 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 om weer het mee te laten maken wat ik meegemaakt heb. Dat is wel één van mijn doelen en ik hoop gewoon dat ik een heel goede sportschool uh, draaiende hou. En dat is steeds groter groeien en misschien in de toekomst ooit een mooier pand, een luxer pand, met alles erop en aan, fitness en sauna's en dat, dat is echt mijn droom waar ik uh, van droom. Ja. En um, op dit moment zit ik uh, wel heel goed hoor. En uh, ja, daar hoop ik over uh, elf jaar uh, te Mooi. bereiken. Mooi man. Kom ik eens ja. kijken over elf ja, jaar. Uh... Ik hoop het. Top. Dus daar heb je wel echt een plan voor ook. Of is het nog een beetje aankijken hoe het allemaal gaat lopen? Aankijken hoe het gaat lopen. En uh, mijn plan is wel echt om een goede recreantenbasis ook wedstrijden. Maar ook vooral recreanten, want dan moet je het echt financieel van hebben. Ja. Dat dus je een goede grote groep uh, recreanten hebt. En een groep trainingen en een, een kettlebell training, en een vrouwentraining. En misschien trainingen voor bedrijven en allemaal die dingen. Ja, voor bedrijven, zeker lucratief. Zulke dingen, ja, nee. ja, ja, ja. ja, ja. ja. Of een politieteam, of een of een beveiligingsbedrijf waar je extra aandacht gaat geven, mm -hmm. hoe ze met stress om kunnen gaan. En ja. die dingen. De ja. Want wat is dan, uh, stel, hè, we hebben straks, uh, dit komt live te staan, dan weet ik sowieso al dat er een paar mensen denken van, nou, dat is wel interessant. Ik wil wel uh, sowieso een proefles meedoen. Ja. Misschien wel ook wel een één-op-één-sessie. Uh, wat, wat voor eisen heb jij dan voor een één-op-één-sessie? Of zeg je gewoon van, nou, iedereen kan er gewoon aanmelden? En, iedereen. Uh... Van uh, jong tot oud, van dun en dik, uh, van, uh, van wit tot zwart. Iedereen kan bij mij terecht. En iedereen die wordt uh, door mij uh, zelf getraind, mm -hmm. en ik begin bij nul. Ik kijk hoe jij, als jij al een uh, profvechter bent of een goede uh, ervaren kickboxer, dan weet ik al meteen uh, hoe ik met jou ga werken. Meer op conditie, meer op snelheid. Uh, techniek iets aanpassen in mijn uh, gedachten hoe ik het, uh, het wil hebben. Maar er komen er hier ook bij, die, hebben, die weten niet of ze de handschoen nou hier aan moeten of hier aan moeten. <laughs> ja, ja, die ja, heb ja. ik echt bij. Ja, hè? Ja, of, ja. of sommige die ik een hele training moet leren waar links wegstappen is en weg, rechts wegstappen. Dus, maar daar kijk ik gewoon per persoon. Ja. Ja, snap je? Ja, cool. En ik vraag ook altijd, wat wil je? Wil je een wil je prof worden? Wil je wereld, heb je een doel om wereldkampioen te worden? Zit dat erin? Nee, dat zit er niet meer in. Je bent al veel te oud. Wil je ooit een wedstrijdje boksen? Dan gaan we daaraan werken. Of wil je, kom je hier en wil je gewoon lekker twee dagen in de week niet in een basic fit ergens uh, uh, tussen allemaal brede gasten voor de spiegel... Niet wetend wat je aan het doen bent uh, trainen. Of wil je lekker met mij komen trainen. En dat ik jou echt. Want ik doe uh, personal training geven. Niet alleen maar boksen. Ik doe ook echt krachttraining. Functionele training. Conditietraining. Intervaltraining. Ik doe gewoon proberen. Ik doe rekken en strekken. Buikspieren. Ik heb een computer. De DBTA. Digital Boxing Trainer Assistant. Die hangt daar aan de muur. Dat is een heel duur Rekker. apparaat. Van Ron Rovers. Van MuscleFit. Daar train ik ook heel veel mensen mee. Daar kan je alles bepalen. Of uh, alles bekijken. De snelheid. De power die je hebt. Je kan uh, het uh, na boodsen, na vijf, zes weken, als je daarop getraind hebt, je, je maakt een, het uh, uitprinten. Je hebt een, uh, een, een keer daarop getraind. Je hebt een, uh, een nulmeting. Je ziet precies hoe sterk je op dat moment was. Hoe is het over zes weken? Als je zes weken vol gas getraind hebt, net voor een wedstrijd daar staat, hoe sta je er dan voor? Dat scheelt nee. gewoon 30, 40 procent in je snelheid, in je power, en alles, in je reactievermogen. Rijks. Dus je maakt het ja. ook echt meetbaar. Ja. Juist, en daar houden wel van. Ja, ja dat is toch wel echt ja. het enige zeg maar, wat ik vaak mis, bijvoorbeeld ook met fitness en zo. Ja, dat je zelf allemaal gaan bijhouden. Ja. Met uh, in, in appjes en zo. Ja, wat dat betreft hou ik het hier heel goed bij. Want ik ja. weet, uh, want sommige jongens komen dan hier en dan doe ik uh, daar een bepaalde training mee. En dan weet ik precies, oh deze week konden ze zoveel drukken met één arm uitstoten. kennen ze over vier weken. En dan zei ik altijd, oh, vier weken geleden je, kon je nog geen 10 kilo uitdrukken. Nou, zit je op 18 kilo. Ja. Dan denk je bij, oh ja, fuck, ik wil wel sterker ja. en beter. Het duurt wel even maar ja. Komt. Netjes. Komt, Netjes. Als mensen dat willen, heb je een website of iets? Uh, Ze het? kunnen mij gewoon altijd DM'en via Instagram. DM, dat is goed, zetten we dat in er zelf in de bij. DM mij via Instagram. Ja. Of at 83gmailcom dat is mijn mail. Ja. Mail mij en uh, afspraak wordt meteen gemaakt. Want je Top. hebt, uh, wat is 226.000 volgers of zo? Ja. 266. Ja, 266. Ja. Nou, dat is 40.000. Ik krijg waarschijnlijk best wel veel damages. Dat hebben wij nu ook al met uh, ja. nee, ja, 20.000. Ik, 20 <laughs> ja. ik krijg heel veel DM's, ook heel veel flauwekul. Maar ook ja. uh, heel veel serieuze dingen over uh, bijvoorbeeld seminars. Ik geef over heel de wereld ook seminars. Vet. En uh, ook heel veel over personal training. Ja, netjes. Ja. Ja. Oh. Mooi ja. man. Goed, top. Dus als mensen dat willen, staat dat in ieder geval in de beschrijving. Ja, en dan krijgen ze meestal mijn telefoonnummer. En dan moeten ze voor zijn eigen houden. En dan kunnen ze me, als ze één keer geweest zijn, geven ze meestal mijn nummer en dan appen ja. ze me vertaan, gewoon voor in te plannen. Precies, Heel ja, duidelijk. Ja, mooi man, man, mooi. Niekje bedankt. Ja, jullie ook bedankt. Ben benieuwd. Uh, 10 juni. Veel succes. Ja, dankjewel. Gaat allemaal goed komen denk ik. Gas geven. Hoppa. Voor iedereen. Lotgenoten team bij Mail Lions, dan kan je kans maken op de giveaway. En uh, ja, heel erg bedankt man en uh, succes. Goeie. Ciao.